Je hebt geboren leraren, geboren voetballers, uh, geboren doktoren. Ik ben geboren dief. Onbewust, denk ik, als je op straat bent, dan weet je. krijg je allemaal plannetjes. Je bent heel inventief, weet je. En je onderneemt eigenlijk zonder dat je doorhebt. Wordt dan ook je karakter getoond in de bias? Ja, zeker weten. Dat, is, test. Een test. dat is een test. Uh, een ultieme kippenrennenstab in een hanen ja. ja, dit, dat. Maar waar je het meeste respect mee afdwint in de bias, is wie intelligent is. <middels> Welkom bij de Lotgenoten Podcast. Mijn naam is Jaro. Naast mij zit Koen. En deze week hebben wij, denk ik, een van de meest unieke gasten die we <laughs> gehad hebben tegenover ons zitten. Octave Durham, beter yes. bekend als Ocky. Welkom. Dankjewel. je de meeste mensen weten, denk ik, al wel een beetje wat je gedaan hebt, waar je bekend om bent. Jij hebt onder andere de Vincent van Gogh uh, heb je gedaan. Mm. Nou, daarvoor ben je internationaal uh, veel in het nieuws gekomen. Klopt. Um, maar daarnaast vind ik je ook gewoon een hele interessante spreker. En heb ik ook het idee dat. Waar ik voornamelijk je ook voor wou spreken. Toch het ondernemende stukje aan het zijn van een crimineel. Ik heb daar altijd al over afgevraagd. Ja, hoe steek ik dat nou in elkaar? En uh, ja, daar wil ik je heel graag een keer over spreken. Naast dat ik, uh, nou, volgens mij is elk verhaal dat jij vertelt een uh, legendarische anekdote. Dus uh, welkom, leuk dat je er bent. Bedankt, bedankt. Ja, mijn vraag was eigenlijk: waarom vragen jullie om mij? Weet je? Ik zie wie jullie allemaal hebben gehad, serieuze ondernemers. Hm. Dat ik denk, nou ja, ben ik een ondernemer? Nou ja, ik heb natuurlijk wel van alles gedaan. Ja. Ik heb net geen ijsblokjes en eskimo's verkocht, maar ik heb alles gepikt en verkocht wat je maar kan bedenken. En uh, ja, uh, wat jij zegt, uh, onbewust denk ik als je op straat bent dan weet je, krijg je allemaal plannen. Je bent heel inventief weet je en je onderneemt eigenlijk zonder dat je het doorhebt. Het is dan wel illegaal en eerlijk, als je wat pikt, je moet het verkopen. Dus je krijgt een klantenkring. En dat is eigenlijk heel apart. Ja. Ja, ja, <laughs> ja. Ja, 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 mooi. Je onderneemt heel veel, klopt. Koen, we zitten midden in een crisis. 90% van de mensen die kijken, is niet geabonneerd. Nee. En dat terwijl, als al die mensen zouden abonneren, we meer dan 100.000 abonnees zouden hebben. En de dikste gasten zouden kunnen uitnodigen zijn. Mm. Denk aan Elon Musk, Grant Cardone en Andrew Tate. Dus wat moeten de mensen doen? Abonneer papi. Juist, abonneer en dan kunnen we dikkere gasten uitnodigen. Dan beginnen we met de aflevering. Kort voor de mensen die nog niet weten die vier, vijf mensen die kijken en niet weten wat je, wie jij bent ja. zou je ons kort kunnen meenemen in uh, ja, hoe je bent opgegroeid en uh, hoe je bent gekomen tot ja, nu, nu ja, ja. hier zit? Nou, ik ben uh, Octav Deuram, geboren in de Straatse de Buurt. Uh, uh, ja, ik ben heel jong uh, begonnen eigenlijk al met pikken. Uh, ik heb nooit een verklaring kunnen afleggen waarom mijn vader vroeg het wel eens aan andere mensen. Ook. Ik weet het niet. Daarom heb ik in de New York Times een interview gedaan. Uh, hoe komt het? Zeg ik, nou ja, je hebt geboren leraren, geboren voetballers, uh, geboren doktoren. Ik ben geboren dief. Het uh, is een uh, skill uh, wat natuurlijk verboden is, maar het heeft mij staande gehouden. Mijn uh, moeder overleed vrij jong toen ik 18 was. Mijn vader zat toen in een kliniek en ik moest de huur betalen. En toen ging het van zeg maar, ik zei, ja. Ik zou niet zeggen spelende wijs, maar toen werd het serieus, omdat ik de huur en zo moest betalen. En uh, ja, gaandeweg, uh, je wordt steeds groter. En uh, ik werd dan zeg maar, op mijn twintigste was ik echt wel professioneel al, al heel veel geld. En uh, ik had wel altijd een uh, regel van geen geweld gebruiken. Weet je, kopie gebruiken, snelle auto, goede babbel. En uh, ja, van het een kwam letterlijk het ander. Je komt mensen tegen. Het was natuurlijk vroeger anders als nu. En uh, ja, ik ben ooit begonnen met uh, fietsen, autoradio autoradiospeken. Fietsen was puur uh, baldadigheid, maar autoradiospeken was echt om geld. Ik was 13, 14 jaar. En uh, ik, 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 ik werd gokverslaafd, want ik mocht niet met mijn uh, geld thuiskomen. Hoe ja, kwam ik eraan? Ze dus ging me gokken. Ik, kreeg, ik kon niet eens, als ik op een kruk zat, zetten mijn voeten niet eens op de grond. Dus ik was heel klein voor mijn leeftijd. Maar ze lieten me overal binnen, ook in gokhallen. En ik had dagelijks, zeg maar, van mijn 13e, 14e had ik, zeg ik heel weinig, elke dag 100 gulden. Ja. En, uh, nou ja, op een gegeven moment uh, heb je uh, iets wat niet normaal is, ga je normaal vinden. Omdat je nooit gepakt wordt, niemand weet het, mijn ouders wisten het niet echt, pas later. Ja, en dan ontwikkelt er eigenlijk iets uh, ja, ja, in je karakter: van uh, dat je denkt, van, hey, dit bevalt me wel, niemand weet dit en uh, ik ben er goed in en uh, dit wordt mijn. Uh, Broodwinning. Ja. En je Want je hebt twee broers, toch? Drie. drie broers. Maar van twee ik uh, echt uh, contact heb. Die derde heb ik maar één keer gezien. Ah, ja. En uh, ja, gewoon geen contact meer. Maar ik zeg wel dat ik drie broers heb. En wisten zij wel bijvoorbeeld eerder dan je ouders dat jij een beetje aan het pikken was? Nee, omdat mijn, toen de tijd mijn twee broers waren ook heel heftig. En uh, die zag ik heel weinig. Die zag ik. Uh, als ik masla, één keer per jaar, of één keer in twee jaar, ook veel gedetineerd geweest. En uh, ik denk dat hun het. Uh, mijn jongste broer, hij op mijn 15 en 16 er wel door dat ik echt wel uh, het ene aan het doen. Ja, ik denk dat hij, hij het nooit iets gezegd van moet je niet doen of kan je niet maken of zo. Hij was zelf 14 dat hij al op zichzelf woonde en zo. echt straat, weet je, echt. heel anders als mij. Veel harder in Suriname opgegroeid, dus heel andere mentaliteit. Minste-geringste gelijkgeweld, niet praten, steken, daarna pas praten. Heel anders. Dus ik, die heb nooit iets gehad van. Uh, ik kan niet tegen mijn broertje zeggen van. Hey, dat kan je niet maken. Want ik wist wat hij uh, allemaal ook al had gedaan. Weet ik. Dus ik denk dat. Uh, uh, soms is het. Uh, wij zijn er niet opgegroeid in een gezin. Maar als je dan familie bent. In sommige families zijn bepaalde dingen normaal. Weet je. Ook al is het niet normaal. Ja. Ik denk Klopt, dat, dat, dat het was. want Wat ik opmerkelijk vond bij jou. Ik is dat volgens mij op school en zo ging het wel altijd gewoon. Top, ja, toch? Ja, ik hield van school. Ik was eigenlijk een. Uh, ja, heel apart. Ik zal niet zeggen een modelleerling, maar ik viel wel heel erg op. Uh, ik had altijd de beste kleren. Ik was bijvoorbeeld 15, 16 jaar, had je toen de tijd Australiërs dan nou, had ik er twee aan. Ik had er erover een zeldom mm -hmm. een chippy broek of een Levi's en een paar Nike's Dat was gewoon een outfitje van 2500 gulden toen de tijd. Nou, de meesten vroegen echt aan mij van, hoe kom je eraan? En die zei, zei ik altijd, ja van mijn broer. Maar ik was 14, 15 jaar was ik al serieus bezig met creditcards en checks. En dat had ik elke dag bijna. Want ik, ik ging daar ook al in inslapen, weet je. Maar ik deed het niet echt om geld te verdienen, maar meer uh, voor mezelf te onderhouden en mooie kleren. En uh, ja, toen op mijn 16, 17 had mijn moeder dat wel door. Want ja. ik moest van alles verzinnen. Hoe ik eraan kwam. En mijn vader zei een gegeven moment tegen mijn moeder: hé, hey, laat hem nou. Hij is hier in deze buurt. Hij gaat goed naar school. Ik spijbelde nooit trouwens. Mm. Ook toen mijn moeder overleed, ben ik nog vier jaar naar school gegaan. En op mijn 28e terug naar school. En uh, ik deed ook, uh, omdat het goed stond, weet je, van uh, wat doet hij? Ja, gaat naar school. Uh, hoe komt hij aan geld? Ja, van zijn moeder geërfd. Uh, hoe oogt hij normaal? Als ik bijvoorbeeld bij een line-up kwam of zoiets, of bij de politie, waar dan ook agenten zeiden, wat heb jij een vriendelijke uitstraling van? mij heb je het echt niet gedaan? Ik zei, nee. nee. Mijn uiterlijk is altijd nog geluk geweest. Ja. Ja. maar wel eens 19 keer voor een politie, voor een raam geweest, dat ik het gewoon gedaan heb. En 8 zeiden van, uh, we weten het niet. En negen uh, of tien zeiden, het is hem niet. Terwijl ik was het wel. Ik heb altijd normaal gedaan en uh, dus ook naar school gaan normaal gewoon met de bus geef me dat ik wel een auto en een motor ook uh, op de MTS was niet normaal man ik had al heel veel geld en uh, maar ik heb altijd normaal gedaan laat ik het zo zeggen ik heb nooit niemand heeft me ooit zo'n pak geld laten zien ja, ik had altijd als ik, ik had het was bij me maar dat ik bijvoorbeeld 200 gulden in deze zak en daar betaalde ik alles mee ik liet het nooit zien en uh, ja. Hoe gaat dat met je vrienden want ik kan ook wel begrijpen. Je maakt vrienden, die vertel je ook wel eens verhalen. Je hebt bepaalde jongens met, waarmee je mee opgroeit. Misschien schoolvrienden. Je hebt zeg maar, uh, ik had meerdere uh, verschillende groepen vrienden. Ik had bijvoorbeeld vrienden waar ik alles mee deed wat uh, verboden was. En die jongens waar ik mee omging en uitging en mee op vakantie ging, daar deed ik niks mee. Dus daar dacht ik ook wel over na. Omdat die jongens, die deden ook wel wat hoor, waar ik mee op vakantie ging, bijvoorbeeld naar Ibiza, maar, die zaten meer in de handel. Maar ik wist gewoon. Als politie mij in de gaten houdt, gaan ze het niet snappen. Want ik praat alleen maar met hun, ik zit alleen maar broodjes met hun te eten. Ik dacht eigenlijk over alles na. En zo had ik ook weer een andere groep waar ik uh, andere dingen mee deed. Ik ging met uh, uh, rollerskaten of zo, of schaatsen. Nou, Als ik dan bijvoorbeeld in de gaten werd gehouden en ik ben met hun, daar snapte ze helemaal niks van. En die wisten niks. Ik zei, ze wisten wel dat ik dingen deed wat niet mocht, maar er werd mij nooit gevraagd, ook oh, wat doe jij? Mm. Men ging er wel vanuit, ik, omdat ik het continu handel, dan brillen, dan broeken, dan computers, uh, weet ik veel. Ik had altijd wat, ik leek wel de VND, weet je. Hmm. Maar we konden ook bij mijn raal als iets stuk, stuk was <laughs> houden. <mee. laughs> Want je, moet je, je moest je hele goed houden, toch? Ja, ja, Alle ja, belangrijkste je hele moeten goed zijn. <laughs> ik gaf garantie. Ja, 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 ja. Dus, je... dus wat ik wil zeggen is, ik, ik heb eigenlijk uh, altijd vrij normaal gedaan. Het enige wat er mij opviel was luxe en dat ik veel uitging. Ik ging niet zeven dagen per week uit, maar acht. Ja. Weet je, volgas veel weggeven. Maar het was ook weer niet te opvallend, omdat iedereen had geld. En iedereen ja. deed het wel een beetje. Als je in de horeca werkte bijvoorbeeld. en je stond drie keer, per uh, drie keer in de week achter de bar. kon je net zo hard meedoen. Dan verdiende je echt serieus geld. Ja. Ik ken jongens die verdienden gewoon per dag. 600, 700 gulden of zo. Weet je, nou, uh, met vol en alles toch, na drie dagen. Het ja, is het zeg maar 8 hij is 2400. Dat keer 4 uh, is bijna 10.000 gulden. En toen was 100 gulden was echt geld. Het ging gewoon niet op. Ja, als je 100 euro niet shit gaat, ik. Ik ja. gewoon uh, ja, wat kan je er nou mee met helemaal niks. Merkte jij dat jij zeg maar een soort van uniek was in je eigen soort of dat, dat het gewoon normaal was? Want wat jij zegt, meer de vriendengroepen hebben, slimmer over nadenken dat je niet zomaar betrapt kan worden. Ja. Bepaalde kleding wat je dan draagt, andere jongens doen het misschien ook, maar die werken dan in de horeca. Merk je dan dat van, oké, okay, je bent 15, 16, rond die leeftijd, je, je merkt van, oké, okay, ik onderscheid mij wel van de rest. Toen in, toen in die leeftijd niet, 16, 18, niet, deed ik gewoon in principe als de meute. Alleen het verschil was, ik was de enige van die boeven die naar school ging. Ja. Later, toen ik 22, 21 werd, toen onder, ging me onderscheiden. En de onderscheiding kwam in van uh, dat bijvoorbeeld iemand pikt twee laptops. Heb ik ook gedaan. Maar ik ging denken, waar komen die laptops vandaan? Ik kwam uiteindelijk bij een bedrijf. Toen dacht ik, bij het bedrijf, waar komt het van het bedrijf vandaan? Distributie. Waar zit de distributie? Oh, bij Schiphol. Waar komt het vandaan? Het vliegtuig. Zo ging ik denken, doordat ik ik, ik, ik. ik ben, dat noemen ze althans op straat, groot denken. Mensen vinden plannen soms heel moeilijk. Ik vind plannen helemaal niet moeilijk. Je moet alleen de tijd hebben en de know-how. Om, uh, om erachter te komen hoe dingen zitten. En daar moet je ook je tijd voor nemen. Ik zeg ook vaak: uh, in, in, in iets wat niet mag een klus is 90% huiswerk denken en 10% doen. En heel veel gasten deden niet, want die hebben haast. Weet je, iedereen moet snel, snel, snel. Waardoor ik me op een gegeven moment ging onderscheiden in de kraken die ik deed. Die waren zo groot. Bijvoorbeeld, iemand doet uh, 20 inbraken in, uh, in, in bedrijf. en ik pak één distributie. en dat, 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 dat doe jij vijf jaar over of zo, weet je. Ja. Of een vrachtwagen of wat dan ook. En daar kwam ik wel achter. En daar kwam ik er ook achter. Als je je focust op één groot ding, is beter dan twintig, dertig van die kleine dingen. Want je maakt een modus operandi. Want je hebt een bepaalde werkwijze. Maar één keer in de zoveel tijd zoiets groots. En anderen die het ook doen. En je, niemand weet het, dan val je niet op. Geef me met die bank raken, werd het wel opvallend. Omdat dan, ja, justitie weet: bepaalde jongens kunnen dat. Je hebt één, twee groepen die dat kunnen. Die jongens ken ik ook. Sommigen zijn, ja, zijn al tegen de zestig, in de zestig. En ja, toen werd het wel, als je eenmaal dan gepakt bent, wat ik heb gehad, ik was voor die banken gepakt, uh, voor die van Gogh. Ja, dan weet je gewoon dat je bij alle kraken kom je gewoon in de picture. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld, uh, wanneer was het? Teva, vorig jaar geloof ik, hè? Mm -hmm. In uh, Maastricht. Nou, toen werd Arthur Brand gebeld. Ik zat toevallig naast hem en een agent zegt: Weet jij waar ook hij was? Hij <laughs> zegt, hij zit naast me. <laughs> maar je wordt altijd verdacht met al die dingen. Dat, dat, ja, dat is agent-eigen, weet je. Die hebben dat gewoon. Ook al hebben ze het niet eens in de dat je het niet bent, maar toch, want je weet nooit. Dus ja, ik ben het wel gewend. Ben je daar nu dan ook bewust mee bezig dat je continu een alibi op een bepaalde manier uh, weet te waarborgen? Nee, maar nee, man. dit heb ik, ik doe niks meer. Nee, ja. Nee, ik, uh, ja, het hoeft ook gelukkig niet meer, weet je. Ik kom een hoop dingen aan en, natuurlijk uh, heb ik wel wat wel eens aan mij gevraagd: heb je nog de kriebels om het te doen af en toe? Nou, dat heb ik niet echt. Maar heel eerlijk. Zo'n bank met die klaasjes is wel leuker. Ja, man, dit is echt, dit is iets onbeschrijflijks. Ja. Uh, dat zeg ik niet om uh, sarcastisch te doen of te dan meen ik echt. Dat is iets ongelooflijks, man. Geloof ik wel. Want bijvoorbeeld uh, in Arnhem. Ja. Heb je ook zo'n bank overvallen? Ja, het is geen overvallen, het is een kraak is een graag, ja, ja, ja. Klopt inderdaad. Ja. Kan je ons eens uitleggen hoe die voorbereiding dan voor jou is gegaan? Uh, omdat ik het al twee keer eerder had gedaan, wist ik ongeveer wat ik nodig had aan gereedschap. Bijvoorbeeld bij de eerste kraak, eerste grote, had ik schroevendraais gebruikt en de dek steeds met mijn handpalm zo. En dan na drie, vier minuten ging je open. De, de volgende dag was mijn handpalm zo, denk ik het zo'n blaar. Ja, je deed zo'n pijn, maar het was het wel waard, Ik van. Het deed echt pijn. Dus de volgende dek van die wielren, handschoentjes met gel erin, handschoenen eroverheen nog een keer, waardoor het veel makkelijker ging. Waardoor ik alleen maar pijn in mijn pols en mijn elleboog in mijn schouder kreeg. Want het is allemaal onnatuurlijk. Is dat met de wrikken en te doen? Je moet ook fit zijn voor die dingen. Je conditie, alles moet goed zijn. En uh, dus door die ervaring wist ik van Arnhem: oké, okay, moet dat meenemen, dat meenemen. Uh, alles wat naar binnen gaat, moet ook naar buiten. Dus uh, je kan niet, uh, ik noem maar even twee porties Chinees meenemen of zo. Nee, Snickerbars, marsen. Een paar uh, gekookte eieren met zout, want je, je verliest veel vocht, weet je. En uh, bijvoorbeeld de, de, de Spa Die moeten ook weer mee, maar die. Neem heel veel ruimte mee in een tas, dus wat doe je, zakmessie bij of steenmessie de bovenkant eraf snijden. Vullen met, weet ik veel, goud, diamanten, uh, van alles. Dat alles volledig benut wordt, weet je, en alles moet ook weer mee terug. En uh, ja, die van Arnhem, die ging zo, uh, zo glad, dat was gewoon niet te geloven, man. Niemand heeft ons naar binnen zien komen. En toen we ook naar buiten kwamen, we staan wel die vrouw, die schrok ze natuurlijk dood. En die gabbe van mij uh, pakt haar op de mond. Gewoon heel zegt, van: hey, ga zitten rustig, moet uw glas water, we zijn zo weg. Dat duurde vijf seconden of zoiets. Maar puur omdat wij weten, die vrouw is getraind op die dingen. Weet je, is een bankier beter iemand van de bank als een burger, want die staat het alle kanten op, die gaat gek doen. Weet je. Ja, ja. En het is niet om de boel af te persen, maar het is meer om de boel onder controle te krijgen dat er geen paniek Rauw, want in paniek kan echt van alles gebeuren. Weet je. je moet de boel onder controle hebben. Nou, die vrouw bleef dan rustig zitten. En wij gingen naar buiten en we komen buiten. En de hele boel is afgezet, want het is doodstil. Hm. Ik, hoe kan het nou? En het is op het stationsplein bij uh, Arnhem. Nou, dat is net het centraal station van Amsterdam. Het is bloedje druk. Mm -hmm. en, uh, maar ja, die, uh, die kraak dan, omdat we het twee keer eerder hadden gedaan, wisten we veel beter... Uh, hoe we daarmee om moesten gaan, kwast slapen, hoe je moet liggen, wat je moet doen, alles moet mee, urine moet mee, ontlasting moet mee. Uh, ja, het, het, het wordt een soort uh, ja, alsof je je eigen traint, weet je, in die dingen. Waar een van die banken in Den Helder bijvoorbeeld stond in het dossier. Dat we de uiterste discipline gaat om het zo schoon mogelijk achter te laten. Maar het is niet zo schoon van, oh netjes, nee, is dat als iemand op camera kijkt, dat het lijkt alsof er niks aan de hand is. Terwijl die, als die camera's aangaan, dan liggen allemaal obligaties op de grond of zoiets. Ze <laughs> zei, wacht even, hou die deur maar even dicht. Daarvoor was dat. En bijvoorbeeld bij die eerste hadden we, bijvoorbeeld, dat was toen op de dam, gooiden we alles op de grond. En uh, toen, keek, toen had ik iets nodig. Ik hey, shit, ik kan het niet vinden, maar er was pijn op op de grond. En die dingen leerden we bij die andere. Alles eruit halen, kijken wat erin zit van waarde. Aan de kant zitten, terugzetten. Dat als je iets ziet, dat je iets moet terughalen. Wij, wij keken ook naar pincodes en zo, weet je. Maar ja, levensgevaarlijk. Want we vonden ook spookrekeningen in uh, Zwitserland en zo. En toen dacht ik, laat liggen Want je weet nooit of je op zoiets net kan gaan, weet je. Ja. En uh, ja, je, 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 ja. Ik zeg, om een vergelijking te geven, zeg ik altijd maar, uh, ook wel omdat het grappig klinkt hoor. Je weet hoe blij een kind is met een surprise auto. Wat er in een aasje. Nou, dat is dan voor volwassenen. Maar dan heb je. Dit is een huis, dit is een boot. Dat is weet ik veel. Is niet normaal. Ja. Maar dat is, het is onverklaarbaar. dat, dat, dat kan niet een, 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 een. Nou, wat is het meeste wat geld opbrengt? Zeg maar overal op een geldauto of zo. Dat, dat, dat is niks vergeleken met. Dit, omdat het is iets ongelooflijks wat je steeds aantreft. Je hebt ook wel eens er één leeg is, maar. Ja, ik denk dat heel veel mensen wel eens de fantasie hebben gehad, als, je, als ik een klas zou hebben gepikt, wat zit er nou in? Nee. Dat is ook heel spannend. Dat ja. heb ik, ik duizenden keren gehad, maar. En het heb ook dat je denkt, oh, hij is leeg. Of het zit, dat in meestal de klas in leeg zijn, zit geld in, is in de enveloppe. is heel raar is dat. Maar uh, dat heb je dan honderden keren achter elkaar. Dat gewoon, dat je gewoon, het is niet uit te leggen, man. Ik, heb, uh, ik ken een andere jongen die dat ook gedaan heeft, waar ik nooit wat samen mee heb gedaan. En die zei, wat gebeurde er toen jij thuis kwam, toen je wist dat je dat geld had? Ja. Ik geloof dat, dit zat in mijn boek. En op een gegeven moment stond ik onder de douche. En toen moest ik eens keihard schrijven van, 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 van blaadschap. Ik het de tranen in mijn ogen staan, omdat je gewoon weet van, ik ga alles halen. Wat ik, ik had al geld. Ja. Maar ik denk nou, nou ga ik echt de auto halen die ik wil en de klok. En ik gaf die dag, uh, in die dag 150.000 schulden uit. In één dag. Ja, ja. Ik had al een Golf besteld, die ging ik klaar afkopen, bij kost. Ja. Dus echt, de man, ja dat zeggen jullie misschien niks, maar vroeger waren alle politieaders van Amsterdam van Kost bij Vee. Maar ik kom bij die man, meneer Kost kom ik, daar kom ik bij. Die is zo met de politie van Amsterdam. En ik heb een, 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 een gasjas aan, een skias, met zo'n ding helemaal vol met geld, met bundels. En ik gooi zo die bundels op tafel. En die man, die ging op de hand tellen. Die ging niet een telmachine zei dat gaan we even vertellen. En dat ik later dacht, eigenlijk een ongelooflijk risico, want die man is zo met de politie ja. van Amsterdam. Hij had nog echt zo'n bowtie, weet je. Voor mij is hij overleden nu. Ik ging naar uh, Soetermeer, Safe Motors. Ik kocht gelijk een Fireblade. Met alles erop in de rand. Die motor kostte geloof ik 26.000 schulden. Met wat ik er allemaal op had, was hij 40. Maar Gabber kon niet eens uh, motorrijden. Hij zei, doe mij er ook maar één. Die bestelden bestelde er twee. Die heb ik hem nooit opgehaald. Je betaalde 1500 aan of zoiets. En ik ging naar een juwelier in Amsterdam die heette oh. Jaapje Lichtenberg. En ik kocht gelijk drie klokken of zoiets. En toen was ik 150.000 lichter. Nee, maar ja, dat was, ja, de, ik had zoveel ja. geld, dat maakt helemaal niet uit. Maar kan dat tegenwoordig ook nog? Nee, nee, nee. Dan komt je fijn gepakt dus man. Ja. Ja, dan ga je naar je motmeldingen, toch? Ja, precies. Dat deed je toen klaar. niet. Zover ik weet deed je dat toen niet. Nee. Maar uh, om een indicatie te geven van wat dat doet zo'n kraak. En die jongen ook, die andere jongen die me dat uh, niet lang geleden, heb je me net verteld en toen zei hij van uh, hij moest gewoon huilen van blijdschap thuis echt huilen omdat je, ja, je zit met bergen met geld maar hij liep niet tot mijn enkels tot in het geld ja. en echt van alles en dan heb je ook nog eens dat je dat geld wegbrengt en dan uh, je gaat op vakantie met een paar klompen gaas leggen. Je, <laughs> je weet helemaal niet wat dat waard is. En dan ga je met zo'n steentje naar je wielier. Dat Nou, die is al 15.000 Wacht dan daar heb ik er nog tien, twintig. <laughs> <laughs> je, je weet helemaal niet wat je hebt. Ja, ja, uh, dat is iets ja. ongelooflijks. Het wordt ook uh, uh, gezien als de perfecte, ja toen keer in, in de panorama had je een, uh, een uh, iets van de top 10. Uh, interessante misdaden die de zijn, was dat nummer één, omdat de aangifte klopt niet. Je raakt niemand aan. Het is tot een bepaald bedrag verzekerd. En de pakkans is heel klein, weet je. Als je wegkomt, kom je weg. Ja. En uh, ja, ja, dat is een diefse naar te dromen. Een paar weken terug spraken wij Robert Nass in de podcast. En een deel van jullie kent hem misschien al. Een deel van jullie niet, die moeten nu even snel op Spotify op YouTube. Robert nas, lotgenoten podcast opzoeken. Uh, maar Robert heeft met zijn bedrijf Amplifier de missie om het mannelijke hormoonstelsel te redden. Nou, kan en wil ik niet allemaal wetenschappelijke games maken rondom. Het product pijnpollen. Maar ik heb wel hele interessante anekdotische voorbeelden die we hebben gehad van de honderden lotgenoten die het geprobeerd hebben. Maar ook de mensen uit onze eigen omgeving. Dat is dat men de halve dag met een harde loopt. En uh, nachtelijke ongelukjes heeft uh, van links en rechts. Sterker nog, in de podcast met Robert hebben we het erover gehad. Als je kijkt naar dit fragment. Mijn anekdote, ik weet niet of ik die op de podcast moet delen. <laughs> oh ja. <laughs> Dat is nu ook weer klaar. Ik heb die al tijd niet meer gebruikt. Nu is het weer klaar. Ik weet niet meer wat je van Er is een bekend nummer van J. Cole dat iedereen gehoord heeft. Dat was het effect van de pijnpollen op mij man. Tel het verhaal eens. Ja, nee, ik, uh, ik had nooit echt iets van natte dromen of zo. Oh ja. Ik ging die shit gebruiken. En ik heb echt meerdere keren gehad. Dat ik echt dacht van je de fuck is dit. Dus ja. Naast die gekkigheid horen we ook heel veel anekdotische voorbeelden van mensen. Mensen die aangeven, ik heb er meer energie door, meer focus. Dus ongelooflijk interessant. Zelf ben ik er ook zeer over te spreken. Wat ik geregeld heb voor jou, is dat je met de code LOTGENOTEN10... 10% korting krijgt op elke bestelling die je doet. Dus herhaalbestellingen, alles. Dus je kunt gewoon altijd LOTGENOTEN10 gebruiken voor 10% korting. En dan kun je voor minder dan een euro per dag kun je pijnpollen uitproberen. Voor iets meer dan 25 euro kun je een zakje halen. Dus ik zou zeggen, klik op de link in de beschrijving. Probeer het uit. Gebruik de code LOTGENOTEN10... En uh, daarmee bless je jezelf. En vergeet niet om je bedje goed te verschonen. We gaan door met de aflevering. Kijk, in ondernemen om daar even een lijn mee te trekken. Uh, je hebt ook een groot doel. Hè? Je wil een bepaald succes behalen, wat mm -hmm. denk ik ook wel vaak een soort van startpunt is voor ja. uh, op de straat. Ja. En dan ga je dingen proberen. Alleen bij ondernemers is vaak het risico: ja, je verspeelt wat tijd hooguit wat geld. Maar 9 van de 10 keer is het niet crimineel. Dus je kunt best wel veel testen, kijken waar het niet werkt. Maar criminaliteit is toch vaak vanaf moment één al gewoon het risico groter. Van ja, ik kan dit nu gaan proberen. Maar gaat het mis, dan ben ik ergens op de radar. Of dan zit ik ergens een tijdje vast. Ja, ik snap wat je bedoelt, maar in ondernemen denk ik dat tijd een heel groot ding is. Ja. Want als jij, je hebt mensen die drie, vier jaar in een, een plan iets steken en als dat mislukt, ja ben je terug bij af. En bij criminaliteit. Ik had bijvoorbeeld altijd de draai om miljonair te worden. Waarom weet ik niet? Geen idee. Ik moest rijk worden. Mijn moeder sprak over geld. Ja, als je een miljoen hebt, hoef je nooit meer te werken. Ja, ja, ja. Uh, was dat maar waar? Goed gelukt. <laughs> we hebben er een paar erin. Niet als je er vervolgens anderhalf ton uh, op een dag Als je nu zou willen terugtrekken, denk ik, nu dan moet je 10 miljoen euro hebben of zo, en dan moet je nog rustig gaan. Dan moet je niet gek gaan doen. Eens. Gewoon rustig gaan. Gewoon weet niet ergens geïnvesteerd. Rustig van een maandelijk iets. Maar als je gek gaat doen, is het zo op het zal weg. Ik is zat jongens die dat soort bedragen erin hebben geraamd. Maar op straat is dus inderdaad... Uh, ja, diefstal is eigenlijk de 100%-business, hè? Uh, die Lange zegt altijd dat het... Uh, ja, diefstal is uh, herverdeling van de welvaart. Ja. ja, ja, ja. <laughs> Daar ben ik het helemaal mee eens. <laughs> en uh, ja, je moet je voorstellen... Kijk, als je onderneemt... Uh, hoop je dat je met wat je onderneemt dit gaat verdienen. Ja. En natuurlijk streef je naar ditte. Maar met misdaad is het, of diefstal... Je weet het niet. Vandaag heb je 10.000 schulden. En wat ik heb gehad, ik heb ik bijvoorbeeld een paar laptops gepikt. En een paar weken later zit ik in zo'n bank. En we hebben een 7-cijferig bedrag. Dat je opeens. Hebt. Ik denk dat je iets heb als beleggen, weet je. Met obligaties. Die denk nou eens even kijken. wat er op de beurs gebeurt. En de een op de andere dag heb je opeens 20 miljoen of zo. Ik noem maar wat. Ja. Ja. Ik denk dat dat uh, een beetje te vergelijken is. En op straat is het risico inderdaad. Men ziet detentie als een uh, bedrijfsongeval. Of, uh, ja. Ik had altijd van, uh, nou ja, iemand die wat onderste leden heeft, die zit ook in een ziekenhuis. Want zo haal je die bovenkamer een beetje intact, weet je. Want als je de hele tijd vastzit en je gaat, oh teringlaas en ik moet vrij en uh, nee man, ik moet naar huis. En dit, dat, dat gaat niet goed man, je moet accepteren. Ja. Like, dat is de prijs die je voor betaalt. Hoe zit het dan bijvoorbeeld inderdaad, je, pakt, je doet dan zo kraak, je pakt best wel veel geld ermee. Mm -hmm. Je weet eigenlijk zelf niet hoeveel geld. Ja. Denk je ook wel eens na van, oké, okay, ik kan dit ook in legale business steken, wat zorgt voor recurring revenue, ja. zeg maar? Ja, kijk, het verschil met iemand die op straat, zeg maar, steelt, een dief is een inbreker, een overvaller, weet je, overval is ook een manier van stelen, maar grof. Meestal maken overvallers de switch naar de drugshandel. Mm -hmm. Toen ik bijvoorbeeld in, mijn, uh, in het voor, uh, laatste uh, verhoor van Van Gogh had, zei een van die tien mensen: Je gaat niet in drugshandel. Ik zei: Ik maak jij helemaal niet druk. Maar ik heb klerenhekel aan drugshandel en ik hard koken. Mm -hmm. Want eigenlijk is het heel apart, want ik had zwaar in de drugshandel kunnen zitten. Maar ik heb echt geen hekel aan. En waarom? Ja, omdat ik wat ik als jeugd heb gezien met wat drugs doet, wat is. Dus ik was 10, 11, wist ik al wat coke was. De nadelen ervan. Maar gaandeweg ook al heel jong, jongens die dood zijn, gaan geript, doodgeschoten, noem het allemaal maar op. En in die bias ook afwegen van hoe het met die gasten gaat. Want uh, een dealer die goed gaat, ja, dat is het mooiste wat er is. Maar je moet eens met een dealer gaan praten het fout mee is gegaan. Die 10, 12 jaar hebben wel letterlijk het tapijt uit zijn woning is getrokken, zijn wraak omgelaten. Met die moet je gaan praten. En dan zie je een hele andere kant. Dus uh, drugsdealing uh, was niet voor jou. Nee, man, ik heb wel uh, hash en wiet gedaan en zo. Maar dat was toen de tijd een hele andere scene, zeg maar. Ik, bijvoorbeeld, het verschil tussen een kookhandelaar en een softdrugshandelaar was vroeger. Bijvoorbeeld 100 kilo coke was toen de tijd, zeg maar, hetzelfde als. als uh, nee, 10 kilo coke was hetzelfde als 100 kilo wiet. Mm -hmm. Als je 100 kilo wiet kwijtraakt, komt die met je aan tafel van, hé hey, pik, hoe gaan we dat oplossen? En, uh, kan je dit aan, dit, wordt over onderhandeld. Voor we dit gaan oplossen. Het zijn, waren toen de tijd meestal ook familiemensen, weet je, die dat deden. 10 kilo kook is hetzelfde. Raak je dat kwijt, is gelijk, pik je hebt 24 uur, anders weet je niet wat je meemaakt. Mm. Dat is een hele andere zin. Hele andere Keihard, nu het wiethandel ook al is, want het is mega. Nu maar om of wat het verschil was toen, weet je. Mm. En uh, veel minder geweld en veel eerlijker werken, weet je. Dus dat, dat, dat heb ik dan wel een tijdje gedaan, maar ook niet vol. Want mijn ding was gewoon altijd uh, ja, pikken, fraude ook wel. En, uh, ja, en die wereld is te hard, man. Ik heb te veel uh, verlies gezien erin. Ja. Ja. Zeker in de laatste, uh, tot nu toe, tot 2020 of zo. Die, die 10, 12 jaar, maar het is zoveel vrienden kwijtgeraakt, man. Maar, maar ook ja, geliquideerd, doodgeschoten. Maar ook jongens die vastzitten, jongens op de vlucht. En als je dan een plus in de minne tegenover elkaar doet, en. Uh, is, ja, is niet waar. Man. Echt niet ja. voor mij niet. Hoor. En ik weet voor sommige jongens. zijn loaded. Dat ik weet dat ze het terug hadden kunnen draaien. Hij is het gedaan. Ja. ja. En. want die ja, wat, wat Koen ook al zei. Je maakt op een gegeven moment best wel grote bedragen. Mm. Als er niet iets in jou. dat dacht van laat ik gewoon een deel. een soort van. Uh, oh, safe yeah, money. Of beleggen, zetten? Of? Ja, dat heb, uh, omdat ik daar nooit geloofd in heb. Ik uh, weet justitie in Nederland is heel goed. Mm -hmm. Al heb je iets 30 jaar geleden gekocht. en dan klopt niet. pakken ze het alsnog af. En ik denk dat het een beetje mee heeft te maken dat ik uh, eigenlijk, uh, ja, noem je. En, 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 niet dat ik een baas ben, maar een eigen baas. Ik beslist het over mezelf. Ik heb geen verantwoording af te leggen aan een baas, aan een groep. Of whatever. ik deed wat ik wou. Ik, omdat ik met het eigen ding deed. Ik had te maken met twee jongens. Nou, uh, iedereen zijn deel, jij doet dit, val niet te veel op, doe wat jij wil. En natuurlijk maken we een klassieke vader ook gedaan. Ik koop een dikke auto, hij doet dit, hij doet dat. Mm -hmm. Maar niemand die mij zegt: van ga je investeren? En ook te vanuit gaan waarom zou ik investeren als ik elke dag duizenden gulden verdien of euro's? Dat ja. heb mijn vader ook gehad. Mijn vader verdiende vroeger 20, 30, 40.000, duizend, 50.000 duizend gulden in de week. En een pand kostte toen 80.000 gulden. Waarom zou je dan een pand kopen? En iedereen zegt, ben je gek, je moet het onderhouden, je moet het schilderen, je moet in... dus dat doe je niet. En ik had het niet omdat ik de vanuit ging, ik vind het toch zoveel geld. En ik, weet, ik ben wel van overtuigd mijn moeder had geleefd nog. En ik had bijvoorbeeld die bankraak gedaan. Die had mij zo onder druk gezet: je geeft het geld aan mij nu. Je geeft alles aan mij. Anders ga ik je broers halen of je vader altijd geld aan mij geven. En die had het geïnvesteerd. En dat had wel meerdere keren over de kop gegaan. Ja. Dat weet ik bijna zeker. Maar aan de andere kant weet ik ook bijna zeker, als mijn moeder nog had geleefd, had ik niet zo'n erg geboefd worden. Ja. Dus een van die twee had gebeurd. Of ik had vol op school gegaan, ja. of ik had in een boefie geweest, en mijn moeder had gezegd... heb jij echt zoveel geld? Inleveren het geld, Ik ga je vader halen, je broer, je gaat het geld geven, want dat gaan wij eens even goed investeren. Eerlijk, als jij in 95, nou, laat het laag houden. Wat is het? 98 miljoen gulden investeert. Helemaal in die pandjes van 80.000. <laughs> Dan was je Dan nu... Was uh... je <laughs> We Dan hebben was toevallig je wel, uh, wel leuk contact met Roland Kaan van Coolcat. Ja, ja. Ja, die heeft in, rond die tijd ook wat panden gekocht Dan in Amsterdam. Was delen, nou, nou, dat Diederik, die van Hagen. Ja, dat, dat gaat, gaat helemaal nergens over. Ja, ja. ja. Ik wist wel van jongens om me heen. Ik wist een paar jongens. Die zaten... Die kwamen net uit de hashhandel. Die waren gestopt. Die gingen legaal. En die gingen de huizenmarkt op. Die zijn vandaag de dag zo niet normaal. Ja, ja. normaal. Ja. Alles legit. Daar heb ik wel respect voor. Want dit, is ook, dit kan niet iedereen. Ja. want je moet je, die, die gasten zijn ook mensen die nooit iemand lastig vielen, Vrouwen en kinderen. Respect naar een ander. Daar je het langs voor. Het gaat allemaal om je houdingen. Ja. Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dat we namelijk altijd gezegd hebben. Van criminaliteit, dan eindig je dood of in de gevangenis. Ja. En het is misschien een heel slecht voorbeeld om dit te zeggen. Dus, maar zijn er ook wel criminelen in Nederland waar gewoon niemand van af weet? Die zeker wel gewoon weten, beginnen ja, investeren. En ik noem er net twee. Ja, juist. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Want dat en, is natuurlijk in de media kan alleen maar gezegd worden: nee, je gaat dood of je eindigt in de ja, bak. Nee, want ja, ja. anders uh, gaat straks iedereen het proberen. En ja, nu moet ik nog oppassen wat ik zeg ook. Dat het niet te motiverend wordt, wat ik zeg. Maar. Ja, moet ik uh, Mijn generatie is de generatie. met... De generatie na mij, die de meeste geld heeft verdiend, maar ook de meeste verdriet en pijn heeft gehad. Ja. De, de, de moorden en de verdriet is niet meer normaal. De generatie voor mij, die tien jaar zijn, ouder zijn dan mij, dan kom je in de buurt van ja maar weet je, 65, 60, zeg maar, zoiets. Ja. Daar zijn er heel veel die het heel goed hebben gedaan. Ja. Maar toen had je ook geen me social media, je kon dit nog rijden, geld was geld, heel veel van die gasten hebben alles op hun eigen naam. Dat is een beetje het verschil. Ja. Toen is misschien nu ook gewoon überhaupt lastiger. En, en, en... en toen de tijd ook eigenlijk georganiseerder in de zin van je aan de codes houden, aan de regels. Mm -hmm. En dan zie je waar, waar je terecht kan komen. Hou je niet aan de regels, niet aan de codes, wordt de pijn op. Ja. En dat is heel erg nu, heel erg. Ja, het gebeurt massaal nu, ja, ja. niet normaal. Is dat een soort van omerta dan, wat je vroeger had, wat tegenwoordig niet meer is? Nee, kijk, omerta is voor mij iets wat je in films ziet. Een echte omerta kan de meesten niet eens doorstaan, maar is zoiets iets Maar uh, het is een bloedoffer om even te denken dat het met je vinger is. En nou, daarna nou, zijn allemaal een show, erop. Maar het is heel vies, het komt vanuit de kerk. Het is geen grap dat... Iedereen kan dat. Hey, ik heb geen omerten af, af, afgenomen. Echt niet. Maar je hebt wel een zwijgplicht. En er, uh, onder elkaar gewoon, weet je. van, uh, Het heeft te maken met karakter. Ja. En ik vind dat de laatste 15 jaar. En niet eens alleen met boef of crimineel, maar ook gewoon onder de mens. Het ontbreekt veel mensen aan karakter, man. Mensen doen alles. They don't care. Hey, zeg, ik interesseer niet wat met jou gebeurt. Ik mijn broer, mijn buurman, mijn neef. Men doet bijna alles voor geld, man. Ja. En, uh, daar, ik, ik, heb ook, ik kijk niet naar iemand op die veel geld heeft, al heb je 400 miljoen, 300 miljoen. Ik kijk, naar iemand's, ik kijk op naar iemands karakter. Ik ga ze echt fucking tof zijn dat ik weet van als ze dit hadden gedaan, zaten ze er veel beter bij. Maar om hun karakter, om hun principe hebben ze iets niet gedaan. Nou, dat, dat vind ik iets, ja, dat is iets onmeetbaars. En ik zal, zo iemand zal ik altijd respect tonen. attendeer ik ook af en toe van, hey, ik weet dat jij, weet je, weet, je, weet je waar je van weg bent gegaan en waar je nu bent, en dat het beter. Ja. En dat, ja, dat is iets heel apart Dat zijn ook. Dat zijn ook. Ja. Dat zijn niet de gemiddelde figuren, weet je. Dat is. Uh, karakter is heel apart. Bijvoorbeeld, ook wat je hebt met verraaien, weet je. Uh, de een doet het wel, de ander doet het niet. En uh, het legt ook in wat voor situatie je bent. Als je het daadwerkelijk levenslang kan krijgen. en ze zeggen tegen jou: van hé, hey, als jij gaat praten, dan krijg je maar vijf jaar. dan heb je erbij, die doen dat. Maar je hebt er nog steeds bij, die doen het echt niet. En gewoon die strafpakken, nou, Dan heb je een. een, een Karakter is niet normaal, man. Ik zeg altijd, uh, verleiding is de graadmeter van iemands karakter, weet je. Vandaag de dag zijn mensen snel verleid, om. ze zijn niks, man. Mensen zijn niks. Hoe je rijk karakter? je ook bent. Zeg maar, heb je karakter of kan je dat bouwen? Ik denk het mee te maken wat je meegemaakt hebt en hoe je over de mens denkt, weet je. Mm -hmm. Veel mensen, het ontbreekt ook heel veel mensen aan empathie. Ik heb uh, natuurlijk in mijn de kleren gestoken, maar ik ben wel een mensenmens, weet je. Ik kan heel slecht tegen onrecht. En uh, ik ben niet, ik kijk niet tegen mensen op. En dat heeft mee te maken omdat ja, ik heb ja, misschien te veel gezien, veel meegemaakt. En uh, voor de uitzending zeiden we ook al, uh, kijk, iemand die in de quote staat en die heeft 100 miljoen, dan kijken mensen tegen oh, die is zo succesvol, oh, hij heeft dit, dat gedaan. Maar ik heb wel eens meegemaakt dat er iemand vanuit de quote met 100 miljoen die stond naast me, en die gabber van mij 200 miljoen. En die stond in zijn trainingsvak en die kreeg, alles oh, goed, pik? En, ja. en hij denkt nee, wij liggen in een duik van je moet zweten. En weet je, dan krijg je een ander uh, beeld op de wereld. Een andere vorm van respect. Ik kan wel respect hebben voor iemand, ook die in de quote zat, wat hij ontwikkeld heeft en wat hij heeft gedaan. Maar het interesseert mij niet of hij nou daar 10 miljoen mee heeft verdiend of 5 miljard. Juist. Die mensen merken ook, als ik met hen praat ook. Ze zien, die mensen zijn gewend dat mensen onderdanig voor ze doen, toch? Als ik ze aankijk... Ja, ze worden soort zenuwachtig van, dat is heel apart. Ja, ja, ja. En ze zien ook van: hey, jij bent niet onder de indruk van uh, wat ik heb of wie ik ben. Nee. Want weet je, ik kijk ook op naar iemand als je een man bent, weet je. En vandaag de dag denken, vooral jongeren, denkt gauw dat je een man bent, weet je. Maar een man is voor mij iemand die voor zijn kinderen zorgt. Daar ben ik ook niet te sterren. Maar ik bedoel mij dat je wel als vader je best doet. Je kan koken, een broek kan strijken, dat soort dingen. En veel mannen kunnen bijvoorbeeld niet koken. Die denken ze maar eens: laat staan een broek strijken. Ik vind, als man moet je je eigen kunnen staande weten te houden in elke situatie. Heel veel mensen zeggen van, als ik de bias eens ga, oh, dat trek ik niet. Zeg, hoe denk je dat, hoe ik reageer voor het eerst? Dat ik vlaardig ben, nou dat gaan we even doen jongens. Iedereen heeft dat. Ja. Maar als je een bepaalde jullie, een bepaalde vorm van intelligentie hebt, jullie komen door die bias heen. Ja. Je ziet het wel eens in Locked op broad, toch? Hij is ja, echt zo'n ja. nerd, ja, ja, ja. zo'n hippie, maar hij gaat ja. door die bias heen. Juist. Ja, man. Weet je, mensen hebben geen, niet, weten niet wat ze kunnen man. Ja. Wordt Koeien dan ook die karakter hebben. getoond in de bias? Ja, zeker weten. Het dat best. is een test. Zijn uh, ultieme kipper ultieme een binnen. Hanen, ja, dit, dat. Maar waar je het meeste respect mee afdwingt in de bias, is wie intelligent is. Ja. Daar wordt naar geluisterd. Als je het dom doet de hele dag, of er komt er een met een dossier en die weet niet hoe of wat, en jij bent degene die mee kan helpen. Alleen hem, hoe gek die ook is, hoe brutaal die ook, die gaat tegen me. Hey, wacht even even. Ja, dat wist ik niet, man. Dat, dat, dat dwingt wel respect af. Ik ben wel benieuwd of je dan ook. Best wel wat mensen die dit kijken, ik zelf ook. Hè. Je zegt net, je bouwt karakter door de dingen die je meemaakt. Mm -hmm. En er zijn denk ik in Nederland ook heel veel jongeren tegenwoordig gezegend met het feit dat ze niks meemaken. Ja. Want als je vanuit opvoeding kijkt als ouder, hoop je dat je kind dat niks heeft. Maar die twee dingen zijn best wel... Ook verwarrend, want een kids die niks meegemaakt hebben, die zie je in Mallorca iemand doodschoppen tegen zijn kop, omdat ja, ze ja. niet weten hoe en wat. Dus stel je voor, iemand luistert, is 14, 15, en denkt van ja, ik wil wel karakter bouwen, maar ja, ik kom uit een gezin, ik heb altijd te eten, ik ga drie keer per jaar op vakantie. Hoe bouw je karakter als je niet... Karakter hebt? ook te maken met discipline en vaak uh, op een vechtsport leer je dat. Als je brutaal bent of je bent verwend, krijg je daarop een stomp en dan ga je normaal doen. Zo, ik zat heel jong op kickbox en dat heb ik ook zeker invloed gehad. En dan krijg je respect, je groet, je schoenen, dat soort dingetjes. Juist. En wat jij, die geeft het voorbeeld als van Mallorca naar, nou, dat waren volgens mij niet allemaal maar een paar, kwamen van goede huizen toch? Uh, ja, ik geef ook wel eens als voorbeeld, ja, waarom moet je zoveel in je leven meemaken om ergens te komen? Uh, waarom zoveel ontbering? Maar het rare is dat degene die. Die dingen niet heeft meegemaakt. Het lijkt alsof ze daar jaloers op zijn. Ja. Maar dat zijn die street credibilities, weet je, dat overleven. En heel eerlijk, ik had het liefste dat ik wijs, uh, ik noem wat, in het gooien was gewoon uh, opgegroeid. In plaats van op een straat, maar op een laan. De SRV-auto elke dag dit, dat. En relaxed. Maar achteraf, als je nou oud bent, dan merk je, wanneer je oud bent, wanneer je met iemand, zo iemand aan tafel zit, en jij, dat diegene bij mij, als ik met jou praat en je komt daar vandaan, zonder dat ik dat van je vereisen zo. Maar diegene gaat iets omlaag. Ja. Hij durft niet brutaal tegen me te doen. Hij, vraagt, hij heeft duizend vragen. Terwijl hij heeft ook van alles meegemaakt En dan zie je eigenlijk dat hij. Hij is groen. Weet je. Dat is heel apart is dat. En dat, ik denk dat dat ook een vorm is dat mensen bang zijn voor boeven of criminelen. Maar je hoeft niet bang voor mij te zijn. Omdat jij in je hoofd op Je denkt, oh ik ben op straat en ik ken maf Ik ken dit en dat met je doen. Maar wanneer je met iemand met je gelijk aan tafel zit. dan ga je brutaal doen, want dan denk je je kan hem ja. hebben. Dat is echt iets heel raars. Het is denk ik ook heel erg wat je niet kent. Ik heb ja. ooit uh, met een jongen gewoond. Toen gingen we met. Uh, ik kom zelf nou ja, uit de buurt hier in de buurt, heel graven. Nou, niet de meest ghetto-buurt, mm. maar ik had wel gewoon vrienden van alle achtergronden. Ja, 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 ja. Dus ik ging vaak naar Shisha ook in, in de Shisha Lounge, dat soort dingen. Wij gingen met die jongen daarheen. Nou, er zat eigenlijk bijna alleen maar Marokkanen. Mm. Nou ja, wij zaten gewoon te chillen. Hij wist zich geen Komt houding te niet. geven. Ja, hij ja. was er nooit geweest. Hij kende het niet. En dat mm. gevoel heb ik ook vaak dat. Wat mensen nog nooit meegemaakt hebben, dat maakt ze helemaal groot en eng in hun hoofd. Maar Nederland is ook een land, hè? Dat zeg ik wel eens vaker, wat de boer niet kent, dat vreet weet niet. Ja. De, de ontwetendheid van met iemand omgaan of wat je van iemand denkt. Tuurlijk kan je van mij denken, hé, nu zat materiaal op het internet. Maar eerst zie je mij op de en ja, denk ordinaire boef dit, dat. Maar ja, met mij kan je echt wel lachen. Weet je? Ja. En je gaat niks meer, heb je ook, dat vroeger nooit van mij iets gemerkt van dat ik een boef was. Ik ontmoette hmm. op je bietse rijke met dood mee gelachen, weet je. Ja. En uh, ik denk het mee te maken. Ik, heb, uh, ik zal niet zeggen dat ik chameleon ben, maar je hebt zeven lagen in de maatschappij. En ik ben met alle zeven lagen omgegaan. En je, je weet gewoon in welke laag je, hoe je moet gedragen en, en praten. Bijvoorbeeld, als je in die bovenlaag bent. Als ik op de onderlaag ben, en ik zeg. En iemand doet wat verkeerd. Kan ik zeggen. hé, mafkeis. Nog één keer doet, trap ik al je tanden eruit. Maar kom ik in die bovenlaag? Dan kan het niet. En zeggen, nou. Uh, Kerel, uh, hoe gaan we dit oplossen? Moet ik mijn advocaat bijhalen? <laughs> <laughs> dat is shit. Het is gewoon anders. Je moet er naartoe, je moet approachen. Ik weet ook, als ik een bepaalde plek binnenkom, of ik kom met de pet op, doe ik bijvoorbeeld mijn pet af. Mm, weet ja. je, ja. ja. aanpassen en gedragen Maar ja, dat heb ik ook. Niet dat ik geleerd heb, maar is hoe mijn leven is gegaan. zat ik overal tussen. En in Suriname zat ik ook tussen de elite, tussen opkomende presidenten, rechters, psychologen. Ja, dat is toch allemaal even anders, weet je? En de, ik, als je de, voor mij. Heb ik dat ook op die manier geleerd? En weet je niet, maar ik vond het interessant. Ik vind iedereen, ik vind het altijd interessant dat je culturen leren kennen of zo. wereldwijs worden is het mooiste wat er is. Ja, dat is wel heel moeilijk. Ja. Want in die verschillende culturen zitten ook raakvlakken waardoor je respect voor elkaar krijgt. Mm -hmm. ja. En men is, ik vind in Nederland, ondanks dat hier zoveel rassen zijn, is er nog steeds heel veel onwetendheid. Ja. In de steden valt het wel mee, maar daarbuiten, jongen. ja dat is het lijpen dat. Ik, in Utrecht of als je in Amsterdam groeit, heb je best wel het idee dat er een multiculturele samenleving ja. is in Nederland. Met, als je toch naar dorpen rondom Groningen, of weet ja, ik veel wat trekt, dan denk ja, ja. je echt Oh shit, jullie hebben geen idee. Ja. Ik heb ja. een keer meegemaakt om als voorbeeld te geven. Waren we in uh, dat was Bankenbos, dat was een half open kamp, waren we in de bibliotheek, maar we praten met z'n allen, maar die vrouw hoort ons praten. En ik zeg tegen iemand van Ekeer voor dat iemand nog nooit uit Nederland weg is geweest, dat hij nog nooit naar Spanje is geweest, of zo en die vrouw reageert. Ze zegt, ik ben nog nooit uit de provincie Assen geweest. Ik zeg, wat zegt u? Wow. Dus u bent nog nooit bij het strand geweest? U bent nog nooit bij de Efteling geweest? Ze zegt, nee. Toen zei ik tegen die genus, ken dat die vrouw premier van Nederland wordt. Wat er dan gebeurt. Mm -hmm. die ja, on Ontwetendheid. Nou, die slacht elke... Uh, Achterstandswijking, emoties, weet je. Omdat die vrouw heeft een hele andere instelling en zo. Ik was stom verbaasd. Toen iedereen weg ging met die vrouw, praatte Mijn vrouw bent u echt nog nooit naar Zandvoort geweest? Of Tesla of zo. zegt ze: Nee, ik heb nog nooit de zee gezien. En die vrouw was al of 56 jaar. Ik zegt Bent u bang of zo? Ze zegt: Nee, ik heb het hier naar nou me zien. En als die dan tv kijkt en dan rellen ziet in Amsterdam met iets, of ja. Marokkanen. Nou, dan ben je als Marokkaan kansloos gehad. Dan ben je gewoon afgeschreven. Ja, ja. weet je. Ja, maar dan is het ook gewoon een andere planeet ja je dus uit maar die echt, dorp komt maar ergens en naar Amsterdam gaat. Maar dat ik is... dacht alleen maar met die vrouw. Ik ben het nooit meer vergeten. Ze is nu een jaar of twaalf terug. Ik kon dat gewoon niet geloven. Ik keek die vrouw ook met zulke ogen aan. Ik, ik blijf ook doorgaan. Dus u bent ook nog nooit op schippen ja. geweest. We <laughs> hebben nog nooit gevlogen. Nee. Weet je wat die vrouw allemaal niet heeft meegemaakt? Ja. Mm -hmm. En die heeft dan ook de opinie over het leven. Maar als je dat dan gaat vergelijken met die van mij. Nou, dat is... Dat, ik oh. weet niet, dan kom je voor mij uit de Stone Age of zo, weet je. En ik kom uit de, uit de toekomst of zo. Ja, klopt. Ik vond het wel heel interessant. Dat, dat was wel een interessant gesprek. Ja. Zij moest ook lachen. Hè. Ze ging gewoon ook lachen. Ze begreep me wel. Ja. En, uh, maar ze misten het ook niet, omdat ze het niet kon. En ik dacht, jeetje. Ja, Want hoe vond gaan. ze dan het gesprek met jou? Dus jij komt dan uit Amsterdam, waar ze nooit is geweest. Hè? Nou, zij is natuurlijk wel gewend van de gesprekken wat ze in de bibliotheek hoort. van iedereen die uit Nederland, die komt uit Den Haag, die komt dit. En zo ja. hoort zij. Ja. En ze zal wel dingen op internet nu hebben gezien, maar ik kon gewoon niet geloven dat je, dus bijvoorbeeld, nooit uh, buiten je provincie bent geweest. Ja. Ja, dat is ook een groot probleem in Amerika toch? Dat, dat er zijn, daar zijn is volgens mij, uh, ik hoor me wat 50% van de mensen nooit buiten hun staat geweest. Klopt. Ja, fijne wedstrijd. Je hebt ook situaties in Amerika, vooral met die, die als je verhaal met justitie bent geweest, die hebben geen idee. maar je kan je niet reizen. Nee. Vind je die dan? Ja. Ja. Hey, ik kom hier niet weg, dat is verschrikkelijk. Dat is echt heel erg. Ja, dat wat dat betreft bizar. zijn we wel heel vrij. Ja, maar wat jij ook zegt, heel veel Amerikanen, ik durf geen pesten. Hij is toch wel aardig hoog. Ze ook nooit buiten Amerika zelf geweest. Ja, nee, nee, klopt. Oh, nooit naar nou, Mexico, Europa. Geen flauw idee. Maar volgens mij zijn ze daarom ook zo nationalistisch. Weet je, van, ik, weet, ik ben Amerikaan en ja. helemaal met trots met die vlag. Ja, ja, ja. Als je wat verkeerd zegt, dan wil hij je, je afmaken. Dit is wel, weet je, Amerikaans apart volk, man. Ja, dat is Of voel echt... jij je echt een Nederlander? Oh, dan? Dacht of ik dacht, voel jij je een echt Amerikaan? Ja. <laughs> of ik me echt een Nederlander voel? Echt een Nederlander, ja, wel, ja, ja. ja, ja. Maar wel... Uh, een Amsterdammer of een Nederlander? Wat Pff, voel je je Jezus, man, nee. Uh, want ik voel me ook heel Surinaams. Mm. Ja. Zwaar. Maar, uh, jeetje. Of ik me Amsterdams voel? Um, kan ook anders staan. Jawel, het is, is een moeilijke vraag maar wat je zegt. Omdat ik denk uh, heel anders, weet je, wat dat betreft. Van, uh, kijk, aan mijn praten hoor je waar ik vandaan kom. En ik snap alles van Amsterdam, ik snap alles van Amsterdammers. Ben ik een Nederlander? Ja, natuurlijk. Ik ben hier opgegroeid, ik Surinamer, ja, maar... Ik ben gewoon een mens, weet je, die heel ruimdenkend is. Alles in iedereen begrijpt. Hoe moeilijk, hoe lastig iets ook is, hoe gemeen iets ook is. Ik kan me altijd verplaatsen in iedereen. Zo heb ik, is, heb ik me ook geleerd, weet je. Die lange die zei altijd: van, ook als je iemand wil begrijpen, moet je hem in diegene verplaatsen. Ook iemand die slecht is. Ook wat hij ook geflikt heeft. Mm -hmm. Dan pas ga je dingen begrijpen. Ja. Dus om mij, jij, hoe jij mij vraagt, hoe voel jij je nou? Dit is echt heel moeilijk om uit te leggen. Had je me dit tien jaar geleden gevraagd, had ik gezegd: ja, ik voel me Amsterdammer. Keihard, okay, ik heb een vraag voor jou, man. Wat is het moeilijkste voor jou om te doen binnen een bedrijf, maar gaat jou het meest opleveren op lange termijn? Zo, so, uh, ja, nu gewoon de fase waar wij in zitten, is het uitbesteden en vinden van de juiste mensen om aan uit te besteden. Ja, correct, man. En Applausen. het interessante is, het is alsof we wisten dat we dit gesprek gingen hebben. Nee, joh, daarom zitten we niet naast elkaar. <laughs> en het interessante is, um, dat het ook een skill is waar ik zelf eigenlijk te laat mee ben begonnen. Bro, zeker met mijn webshops. Mm -hmm. Ik deed alles zelf. Ik ging visuele uitingen zelf maken. Voor Black Friday heb ik een keer alle visuele uitingen voor alle ads zitten maken et cetera. hebt yeah. veel tijd aan yeah. besteed. Ik denk dat ik daar 40 uur mee bezig geweest ben. Nou, yeah. wat was mijn tijdwaardering? Terwijl ik dat waarschijnlijk letterlijk voor 50 euro had kunnen uitbesteden. Ja, yeah. dus ik waardeerde mijn tijd op ongeveer 2 euro per uur. Zoals steady investering. Oh. Kleine, kleine test dus ook voor de mensen die dan thuis zitten en je hebt een onderneming. Kijk dus ook wat jouw uh, waarde per uur is. Dus ja, als je man. bijvoorbeeld gaat kijken naar bijvoorbeeld, oké, okay, hoeveel omzet pak jij per maand? kun je ook uitrekenen, oké, okay, wat is nou elk uur wat ik investeer in mijn werk waard? En als je dan ziet bijvoorbeeld, oké, okay, mijn uur is bijvoorbeeld... per uur ben ik 20 euro of 80 euro of soms zelfs 200 euro waard. Dan kun je ook zien van, oké, okay, dit is eigenlijk een opdracht... wat op het internet 10 euro kost per uur. Laat ik dat eens gaan uitbesteden, want mijn uurwaarde zit veel hoger. Ja, en je kunt ook gewoon strategisch gaan kijken. Daarom denk ik ook, als we kijken naar alle grootste ondernemers die wij gesproken hebben... zij zijn goed in het uitbesteden waar ze niet goed in zijn... Ja. en de tijd die je daarmee bespaart stoppen in de dingen waar ze wel goed in zijn mm. zodat je veel meer geld gaat genereren als voorbeeld, ik had veel beter meer tijd kunnen stoppen in het strategisch uitdenken wat voor uitingen ik wou maken in plaats van al die uitingjes gaan maken want dan had ik <kuggen> meer ads kunnen maken meer kunnen testen, waarschijnlijk een hogere row als een ROI behaald ja. en had ik dat geld wat ik nu bespaarde omdat ik het zelf allemaal ging editen terwijl ik daar nul skills van had had ik kunnen besparen en gewoon kunnen investeren in bijvoorbeeld iemand op Fiverr die Groot. het veel sneller af heeft en daarnaast ook, we hebben het zelf gemeten met de podcast. We hebben op een gegeven moment editors, thumbnailers, via Fiverr ook binnengehaald. Zeker. Uh, waardoor wij zelf meer tijd overhielden om aan onze andere bedrijven te werken destijds. Nu zitten we met alle aandacht op de podcast. Ja. Um, maar dat ook nu nog steeds, heeft dat nog steeds, uh, heel veel geholpen om gewoon te kunnen focussen op hetgene wat het allerbelangrijkste is. Ja, en het is gewoon dat eeuwige cliché wat je altijd hoort, hè? van dat niet werken... In je bedrijf, maar aan je bedrijf. Yeah. En we deden dat toen onbewust, omdat het werken in het bedrijf niet kon. Gewoon alle edits zelf doen als we met alle content die we wouden. Ja, dat kon op een gegeven moment gewoon niet meer. Dan gingen er mm. andere dingen, konden we gewoon niet meer doen. Yeah. Dus het was een soort van necessity. Maar doordat we die skill daar vroeg al toegepast hebben, zagen we ook dat we veel sneller in een later stadium dat soort dingen konden doen. Yeah. Dat we nu laatst iemand op payroll aangenomen hebben die meer verdient dan wij. Omdat we het vertrouwen hebben als we iemand met expertise neerzetten kunnen wij ons weer focussen op de dingen die meer geld binnenbrengen mm -hmm. en is het uiteindelijk een positieve ROI en je moet jezelf al vanaf moment één in die mentale status krijgen. Ik weet nog wel dat wij in een periode zaten, dat we hadden we een doel om 8 uur van onze tijd van podcast uit te besteden en 500 euro per maand te gaan verdienen. Ja. En gewoon die 500 euro, omdat we dan die 500 euro konden investeren, zodat iemand anders ging editen. Ja. 500 euro is niks, hè jongens, maar voor destijds was het gewoon echt een huge stap waardoor wij weer afstand konden nemen en dan onze tijd konden steken in sponsoren zoeken. Juist. Waardoor we dus die samenwerking kregen met Bitfavo, ja. weet je wel. Waardoor we dus nog meer geld gingen verdienen omdat we weer het extra tijd hadden. Exact. Dus die stap is eigenlijk wel echt nodig als je wilt verder groeien binnen je business. Het is gewoon wat je doet. Wil je voor eeuwen gaan verkapte zzp'er blijven, of dat wil dan? je echt gaan bouwen aan een gigantisch bedrijf ja. en, en miljoenen gaan maken en ja. een bedrijf dat veel impact maakt? Als je dat wil, ja. zorg dan dat je vanaf moment 1 al aan de slag gaat met zoiets als bijvoorbeeld Fiverr, waar je gewoon makkelijk en eenvoudig uit een heel groot, grote groep van freelancers mensen kunt aannemen en dingen kunt laten doen die jij liever niet doet. Of mm -hmm. niet goed in mijn design, video-editing, website-optimalisatie, een virtual assistant. Je kunt het er allemaal vinden. Ja. En het chill is, als je selecteert op taal, heb je ook Nederland. En er zijn steeds meer Nederlanders die ook zichzelf aanbieden op Fiverr. Mm -hmm. En daar, zoals je zelf net al zei, hebben we ook onze eerste editors waar we ruim een jaar plus mee gewerkt hebben. Uh, de jongen die, die hier geholpen heeft de set op te bouwen, hebben we daarvan gevonden. Uh, een van onze eerste logo's van Lotgenoot hebben we daar laten maken. Ja. Allemaal dingen die bijgedragen hebben en je kunt daar al beginnen vanaf 50 euro of 20 euro kun je dingen al uitbesteden ja, just, uh, zodat heb... je in die mindset komt van dat soort dingen doen. Ik heb ooit voor een tientje heb ik ook een, uh, de snelheid van mijn website geoptimaliseerd. Juist van 8 seconden laden naar 2 seconden laden. Zo ja, gewoon uh, voor een tientje, zo'n gast gewoon uit, uh, weet ik veel uit uh, en de... En het lijkt me zo, bro. Stel je voor dat je dat bij een webshop doet. Van 8 naar 2 seconden laadsnelheid. Dat kan gewoon nee. echt letterlijk je conversie flink verhogen. Stel je dat je conversie met een procent verhoogt. Je doet normaal 10 orders. Doe je een extra order per dag. Mm. Is die order, Winst op die order is misschien 20 euro. Dan ja. heb je het al dubbel terugverdiend in een dag. Is de investering 100 euro verdiend in vijf dagen terug. Zo moet je gaan kijken. Dat is hoe high level business kijkt. Deze investering, op welke termijn kunnen we die terugverdienen? Welke potentie ontstaat er door? En als je jezelf vanaf moment 1 in die loop weet qua denken. Dan heb je de potentie om shit groot te bouwen. Oké, okay, manfessie. Want variant, wat moeten mensen hiermee? Mensen kunnen op Fiverr met de code Lotgenoten 10 10% korting krijgen nice. op hun eerste orde. En daar is het belangrijk, Lotgenoten 10 moet in hoofdletters. Mm. Anders werkt die niet. Niet heel handig systeem, maar oké, okay, werd <laughs> mij verteld. Uh, daarmee support je natuurlijk jezelf, zodat je kunt stoppen met werken in je business, kunt starten met werken aan je business. Yes. Daarnaast support je uiteraard ons. Dan kunnen wij deze mooie podcast blijven maken. Dus ik kan zeggen, klik op de link in de beschrijving. Gebruik Lotgenoten 10 met hoofdletters voor 10% korting. Gaan we lekker door met de aflevering. Ik ben wel benieuwd dat iets wat ik veel terug hoor komen in de verhalen die je vertelt: is je bent veel bezig, bewust of onbewust, met psychologie. Zwaar. Dit ook hè? in Zwaar. een ander verplaatsen, et cetera. Je zegt toen je 15, 16 was, had je al heel veel dingen door. Je wist, hmm. je wist dingen of was je onbewust bekwaam in dingen waar een ander zich niet uh, überhaupt over zou nadenken? Ja. Had je op jonge leeftijd al dat je dan je daarin ontwikkelde of bewust van was van hé hey, als ik hier slim in ben dan sta ik voor of was dat een natuurlijk... Ja, iets... Ik had wel door dat uh, kijk, als je jong bent doe je, doe je nog niet zoveel. Je bent nog niet zoveel met veel mensen. Naarmate je oud wordt je kring wordt groter en alles. Mm -hmm. Dus ik had heel snel door toen ik wat jonger was, deed ik bepaalde dingen. Dat andere jongens zeiden hé hey, hoe kom je erop man? Hé hey, slim van je man. En toen kreeg ik wat door van hé hey, ik schaam toch wel iets. Te hebben wat een ander niet heb En ik was, uh, nogmaals, een van de weinigen die naar school ging. En uh, ik zeg altijd maar zo: op school leer je niet lezen, schrijven en rekenen. Op school leer je hersens gebruiken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, als jij met je 16e van school af bent, heb je een onderontwikkeld brein. Studeren, dat heb ik leren multitasken bijvoorbeeld. Uh, ik deed wel eens mijn huiswerk dat was echt laat. Keek ik een videofilm zonder geluid, muziek op. En ik zat technisch te tekenen. Waardoor ik, weet je. Ja. Ik kijk bijvoorbeeld uit het raam de hele tijd in de klas. En dan zei de leraar, hé, hey, ook hier, en dan gaf ik het antwoord. En zei hij, oh, hoe kan dat nou? Is het niet altijd het raam, ja, maar ik wel. Nee. En ik denk dat dat op die manier, is, is dat is er iets ontwikkeld, dat het net even anders is als een ander. Heb je wel eens een IQ-test gedaan of zo? Ja ja. Ja, ja, ja. Wat is je IQ? Hoog. Ja? <laughs> ja ik zeg, ja, Waar hoog. val je binnen? Begaafd, hoogbegaafd? Hoog, hoogbegaafd, hoogbegaafd. Ja. 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 Maar ik heb dan ook nog eens een keertje... Dat ik bepaalde know-how heb wat niet iedereen heeft, weet je. Ik heb mijn eigen suf gelezen altijd in die baas. En vooral dossiers, maar ook boeken van psychologie mm. en uh, horoscoop. Ik had toen, ik weet niet hoe die boeken heetten, maar dat ging toen uit met mijn vriendin. Ik moest een rustpunt hebben, weet je, shit. Hoe kom ik, want ik werd echt boos. En toen dus heb je boeken, ik geloof dat die boeken heten komen van Venus, vrouw van Mars of andersom. Ja. Mm. En dat gaat over relaties. En dat is echt de psychologie. Van dat bijvoorbeeld de vrouw uh, die zat in een nare relatie, maar om de kinderen bleef ze bij hem. En uiteindelijk gaat ze uit, ze dus ontmoet een man. En ze is super gelukkig dat ze spijt heeft dat ze dat niet twaalf jaar eerder had gedaan. En in die, die dingen kreeg ik rust van. Want ik was zo gek op dit meisje. Nou, ik vind nooit meer een ander of wat weet je. En, maar ja, ik moest ook ouder worden. En die boeken kreeg ik rust, maar dat zijn. Boeken van psychologen en zo. En op een gegeven moment ging ik alleen maar van dat soort boeken uh, lezen. Uiteindelijk kom je dan op wat ik een levensgevaarlijk boek vind: uh, 48 Wetten van de Macht. Daar staat het, de, ja. Ja, de 50th Law, die samen met 50 Cent en zijn er nog twee Robert Laws Green. bij, maar van Robert Greene. Ja. Ja. 48 Wetten van de Macht is een levensgevaarlijk boek. Ja. Als je kijkt, Verboden ook in veel landen. Als je er aan houdt, je gaat je dingen bereiken, maar je gaat ook betalen. En dat staat er niet. Je gaat ook betalen. Maar dat is heel gevaarlijk hoe ja. bedoel je betalen kun je dat uitleggen? Nou, uh, alles op een prijs gewoon klaar. Mm -hmm. Wat je ook doet, uh, het hoeft niet per se erg te zijn, maar mijn ervaring is voor veel geld uh, in zo en zo in de misdaad uh, klein geld kleine straf, groot geld grote straf. Hoe meer je wil hebben, hoe meer je gaat moeten doen en meer risico's en gevaarlijk en, en verboden vooral. Want hoe meer iets verboden is en er is vraag naar, hoe meer het waard is toch. Nou, dat heb je dan drugs. En het heeft een prijs. Als jij. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, mijn kinderen niet echt zien opgroeien, weet je. Mm. Ondanks ik met mijn dochter wel heel veel uh, contact had en alles. Ik heb nu weer een kleine van twee en nu zie ik dat veel meer. En dat ik denk: oef, dat heb ik wel gemist allemaal. Ja. Dat is wel iets moois. Ja. En dat ik blij ben dat ik het alsnog krijg. Maar dat was de prijs wat ik voor heb moeten betalen. Bijvoorbeeld ik heb vier kinderen bij vier verschillende vrouwen. Wat nooit mijn bedoeling is geweest, maar dat komt door het leven. Mm. En achteraf ben ik blij. In het begin flukte ik de pan uit van waarom uh, heb ik bij de, de derde of de tweede... Nee, de, de, ik wou altijd kinderen bij één vrouw. Maar ja, uh, je krijgt ook aandacht van vrouwen. Dat, dat, dat geld trekt uh, foute mensen ook foute vrouwen. Uh, dat je gaat ook dingen doen die je helemaal niet wilt doen. Of vooral achteraf niet per se spijt, maar heb van shit man. Als ik dat geld niet had, had ik die nooit ontmoet. Had dit niet gebeurd. Of, uh, en dat ga je afwegen. Het is niet dat ik het ja. erg vind. Ja. Maar met, het, met toch veel geld gebeuren veel dingen die je niet wil. Er gebeuren veel leuke dingen. Want daar ben je doelgericht. Ga je naartoe. Ja. Daar, je wil op vakantie. Je wil die auto. Dat is prima. Je wil dat lekkere wijf. Je wil die Rolex. Maar die andere dingen, die nadelen, die keerzijden van het geld. Daar heb je nooit om gevraagd. Ja. Dat je dus, uh, omdat je met veel andere vrouwen bent. Thuis bijvoorbeeld voorwaarloos dat het daar niet goed mee gaat. Ik heb dat niet echt gehad, maar ik heb het daarmee de tentje gehad dat je je vriendin kwijtraakt. ruzie met vrienden, om geld, broeien met je twee man. Het is met mij ook gebeurd. Apart altijd, dat hoor je vaak, de twee partners broeieren. Nou, ik weet niet hoe lang, dus ik hoop niet dat jullie dat ook krijgen. Maar, wat is broeien? Uit elkaar. ruzie okay, Echt, yeah. echt een, ja, ik naar het lijf gaan dat willen. Dat he? heb jij dus ook. Ja, uh, ja, ja. ja, En dat komt allemaal door geld of die misdaad of dat pad wat je kiest. Of althans, ik geloof niet dat het geschreven staat, maar je hebt wel dat je bepaalde stappen neemt en sommige dingen ofwel niet doet. Ik geloof in het lot en dat het staat geschreven. Maar dit is allemaal achteraf, ik ben nu 50, dat ik terug, ik kijk heel, door het boek schrijven ben ik heel erg ja, in mijn verleden gegaan. En ik heb, ik heb een jaar voor ik dit boek schrijf heb ik echt wel een klap gehad van uh, ja, wat ik dus zeg: van dat bepaalde dingen nooit mijn bedoeling zijn geweest, in de zin van de nadelen die zijn gekomen. En daar bedoel ik mee, dat je dus een prijs moet betalen. Als je een jong jochie bent en je, ja, ze dromen allemaal van die rijke dealer in een vet huis, in een dikke auto en zo Maar die prijs die je moet betalen, dat als je bijvoorbeeld op de vlucht moet, of dat je vrouw weggaat, of je gaat dood, of je komt vast. Ben je bereid om die prijs te betalen? Want die, 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 zien, die weten ze wel, maar niet echt, omdat je het nooit hebt meegemaakt. Dat is goed advies. Dus geldt denk ik ook exact hetzelfde ook in een kleinere mate voor ondernemen? Mensen roepen nu ook massaal... ja, ik wil 100 miljoen hebben. Maar weet je wel wat je aan je sociale leven moet laten? Ook wat het, hoeveel je moet laten voor dingen. Ik denk dat dat gewoon in het algemeen in het leven wel... iets is waar mensen meer over na kunnen denken. Dan zal ik je wat vertellen over 100 miljoen... omdat je dat bedrag aankaart. Yes. Ik zat een tijdje terug met iemand die dat heeft. Die heeft wel meer. En dan las ik iets met hem. En toen keek ik hem aan. En toen zei ik van... wat moet je nou eigenlijk met 100 miljoen? Nou, die lag in een duik van het lachen. Omdat... Als je een boefie bent, droom je van raak worden, je wil miljonair worden. Maar je, je droomt niet van als boefie van ik 100, 200 miljoen krijgen. En sommige jongens is dat gelukt, dat je eigenlijk naar mijn idee te veel geld hebt. En wat Biggie altijd zei, notorious Big, mo money mo problems, maar echt. Want je krijgt je familie gaat eisen, ze willen dit, willen dat. Wat uh, gegund is, dus je geeft je familie, ik noem maar wat, om de drie maanden geef je ze je hebt veel geld, 50.000 euro, hmm. zodat ze het goed hebben. Op een gegeven moment doe je dat bijvoorbeeld niet, krijg je ruzie. Want wat gegeven wordt, wordt vanzelfsprekend. Die dingen heb ik ook meegemaakt. Dat je, ik krijg nou Dat is ook weer iets met geld. Ja, ja. En wat ik zeg over die 100 miljoen. Uh, nou, die jongen moest erom lachen. Ik zeg, hij gaf ook geen anders. moet je nou met 100 miljoen, man? Uh, ja, hij moest erom lachen. Maar de gemiddelde burger heb, roept dat wel. Of niet de gemiddelde, maar wie dat roept. Die weet niet eens wat het is, man. De gemiddelde mensen hebben nog nooit een miljoen cash gezien. Weet je wat een 100 miljoen is of een miljard. Dan ga je de meeste gaan... Volgens mij als je het opeens hebt, mm -hmm. dus je bent niet rijk geworden, ja. draai je gewoon door, je gaat gewoon fout. Ja, dat zie je toch ook met al die... die... juist. Ja, je wordt gek. Je, iedereen ja. verliest het. Ja. Er zijn wel mensen inderdaad die dat behalen. En bijvoorbeeld die vriend van jou die dan wel die 100 miljoen heeft. Mm -hmm. Is hij dan een van die personen die ook het juiste karakter ervoor heeft om dat geld te behouden en... Dat hij er goed mee omgaat. Ja, ik denk dat het in dit geval dat deze jongen. Uh, want ik ken hem niet goed. Ik ken hem ook niet lang. Nee. Maar uh, hij, naar mij, hij is ook een jongen waar ik tegen zei: ik kijk niet op tegen geld. Ik kijk op tegen karakter. En het is een jongen met karakter. Ja. En uh, ik, ik zie aan zijn oog hoe die doet. Heel humble. En naar mijn idee al uh, is het natuurlijk al een tijdrijk. Uh, iets heb van. Uh, ja, oké. Okay. Als je je eerste Bentley haalt, dan geniet je dood van. En je dit, maar als je dat een paar jaar lang hebt, dan is het maar is maar vervoer weet je ja. en uh, dingen worden je raakt verzadigd en ik denk dat je dat een gegeven moment hebt en dat die jongen iets hebt van uh, ja in al heel humble van ik heb het maar ik heb het ja en ik heb het ja, ja. ja. wat is het dan belangrijk qua karakter of qua skills om te hebben om in de criminaliteit dan ook echt geld goed geld te verdienen maar uh -huh. vervolgens ook te houden dat is het allermoeilijkste. Ik zeg altijd: een Mercedes krijgen is niet moeilijk, een Mercedes behouden, dat is moeilijk. Ja. Dus geld krijgen is vaak ook niet het probleem. Een miljoen krijgen, als je gewoon je echt je kop gebruikt. Ja, je moet wel een beetje hersens natuurlijk hebben, lukt het wel. Maar het behouden van die miljoen is vaak apart. Ik ben daar niet goed in. Mm -hmm. Nee. Ja, nu misschien als ik het weer krijg, maar. <laughs> maar achteraf, ja, ik zal niet zeggen: I didn't give a fuck, maar ik had iets van: uh, ja, het komt toch weer. En ik had mijn vader eigenlijk als voorbeeld van, het, het is onverwacht dat het gewoon niet meer komt. Hè? Ja. Dan ga je van je potje pakken, maintaining is a bitch. Weet je, het volhouden, die, die, die levensstijl aanhouden, wat dat is ook vaak in de mis. Dat het jongens gekke dingen gaan doen. Als ze het hebben kunnen verdienen met bijvoorbeeld fraude of een beetje inbreken, het gaat niet meer. Dan wordt het naar groffere misdaad en gewelddadig. Want ey, ik wil het geld hebben, maar het wordt, doordat het moeilijker wordt, ga je steeds gekkere dingen moeten doen. Mm -hmm. En dat is ook een vorm van karakter. Want die heb je ook, ook jongens die heel rijk zijn en niks meer hebben. En gewoon uh, een baan hebben. Zo, en heel normaal zijn. En dat vind ik ook karakter, weet je, moet je ook kunnen. Want je hebt gasten die draaien er helemaal vandoor. Als dat weggaat. Daar was ik ook heel benieuwd naar. Van Elke ondernemer die wij spreken bevindt op een gegeven moment een trucje bij wijze van spreken. Hè? Net zoals je met pick ja. moment trucjes ontdekt. En daar kun je dan op bepaald moment heel veel geld mee verdienen. Maar dat mm. wordt, het is vrij onvoorspelbaar. Je weet niet altijd of het ja. net zo goed uitpakt. En dan verdien je één maand verdien je bij wijze van spreken 100.000 euro, maar de maanden daarna is het weer 10.000 of 5000 euro. Ja. Die mensen gaan altijd op zoek naar meer stabiliteit in hun business. Hè? Hoe kan ik iets creëren dat elke maand gewoon een vast bedrag? Want dan kan ik ook een beetje mijn leven gaan inrichten. Ja. Is dat dan ook bij wat jij deed? Dat je op een gegeven moment dacht... Van, ja, ik kan wel steeds van die grote klappers maken, maar. Dat schommelt continu op en neer. Ga je dan kijken van hoe kan ik een soort van stabieler inkomen creëren? Toen het op was, ja. Ja. Toen het op was. Ja. Om, dan ga je, ga, naar kijk, ik weet, ik weet niet meer wie het was, weet ik, heb weet tien jaar, nee, langer, twaalf, dertien jaar geleden was het, dat ik in een, dat ik 2010 250.000 euro opmaakte, of zo, ik noem het, ik heb geen flauw idee, zoiets. Maar ik, 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 hield er ook niks aan over, weet je, het was gewoon goed restaurant eten, een beetje op vakantie, het viel eigenlijk wel mee. Want, um, Zeg maar, criminaliteit 30 jaar geleden. Nou, moest je voor goede aars komen, ja. wil je 30.000 schuld in de avond opmaken? Nou, in Dubai of Ibiza 40, 50.000 euro op één avond. Holle kieswerk, geen, geen probleem. Stel niets niks voor. Doe dat 20 keer, praat je over 2 miljoen. Ja. En het gebeurt 20 keer in de zomer, weet je, in die 4, 5 maanden. ja dat, dat Je hebt zoveel geld nodig, jongen. Dat, 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 ja, het, die euro, het lijkt als ook of het niks waard is. En wat jij zegt, dat je... Die ik, die, ik vraag dan wel eens aan jongens, vooral jongeren, wat heb je liever? In één keer 10 miljoen? Of de rest van je leven gegarandeerd 5000 euro in de maand? Dan zeggen ze allemaal die 10 miljoen. Maar ik weet wat met die 10 miljoen gebeurt. Als je die in één keer krijgt, je gaat 100% een dikke auto halen. Je geeft, als je een beetje een normale instelling bent. Heb, ga je zeker een miljoen weggeven. Je geeft je broers, je tante, je oom. Om hun ook gedaan te houden. Nou, dan ben je al 9, 1 miljoen kwijt. En je draait half door natuurlijk. En als er een nieuwe BMW koopt, koop je die. Maar je hebt 9 miljoen. Uh, er komt over een jaar een facelift. Dan ga je die halen. Je hebt die niet verkocht. Oh, doe maar erbij. En je wordt heel lax uh, met je geld eigenlijk. Terwijl, als je die 5000 euro in de maand gegarandeerd hebt. Waar je echt wel goed van kan leven. Kijk, dat is gekke uitschieters niet maken. Nee. Weet je, en je hebt het net zo goed. Ik, heb het idee, ik zeg wel eens tegen jongens nu, volgens mij, als je nu 60.000 euro per jaar hebt schoon, heb je gewoon een goed leven, heb je 5.000 euro in de maand. Ja. En vandaag de dag, naar mij, die wie het het beste heeft zijn werkende stelletjes. jongen meisje, die werkt allebei, ongeveer 2500 euro in de maand. 50 euro in de maand hebben. Want die zijn ook bezig met hun werk. Want niks doen kost ook geld. Hè? Ja. Criminaliteit, je start op niks doen. Broodje eten. Oh, we gaan uit, ja, ja, uh, ja, ja. Dat kost geld. Dat is continu geld uitgeven. Parkeer ben je betalen. Continu uitgeven. in die. Dat kost geld niks doen. Maar als je werkt. En je bent gewoon moe naar uh, acht uur per dag werk of zes uur. Nou, je weekend is je echt uh, heilig. weet Je je geniet veel meer man. Mm. Ja, klopt. Het is wel een mooie kijk op, op werk inderdaad. Veel mensen. Dat ik natuurlijk zoiets van, ik wil vrijheid hebben juist, of zo, maar juist. vrijheid is een, heeft een dure prijs. Nou, criminaliteit, heel veel mensen weten niet wat crimineel of criminaliteit is, maar het is inderdaad onafhankelijk, vrij zijn. Maar als het fout gaat, dan denk ik je, je, je meemaakt. Ja. Maar uh, de reden ook dat ik dit zeg, van die 5000 euro in de maand, omdat veel jongens doen hele heftige misdaad, nu jongeren dan. En het gaat om bedragen. Dat, denk, als je zou werken, rek je dat ook, weet je. Ja. Ze flikken van alles. Uh, weet ik veel, een granaat neerleggen krijg je 1000 euro voor. Door een woning in schieten krijg je ook 1000 euro voor. Een aflaten gaan, 2500. Mm. Wat zijn er nog voor bedragen, man? Mm. Waarvoor ik, ik heb het al een paar keer gezegd, en die sommige jongens zo denken, je krijgt de tering. <laughs> zeg, ze zijn te laam om te werken het te stom om te stelen. Als je voor die bedragen die dingen doet, dan ja, wat dan iets aan je intelligentie, gap. Ja. Mm. En ze denken ook, ja, ik ben gangster, ik ben moeilijk. Nee, dat ben je helemaal niet, grap. Ja, ja je hebt, het is echt zonde. Ik denk dat er op dit moment toch ook wel criminelen zijn, ook onder de jongeren. Ja. Misschien een kleine percentage. Die het ook wel finesse, maar op de goede manier. Die wel die grote bedragen binnenpakken. Dat zijn de, de, de fraudeurs, Deel, ik heb natuurlijk. Ja, dat is nu de hoogtijdagen, toch? Fraudeurs. Die uh, uh, reclassering heeft nu heel veel uh, uh, cybercrime. Daar ja. ja, zitten slimme jochies bij. Hoor. Ja. Ja. Maar dat zijn niet meer... Het uh, is niet de de het, is niet het oh, Ook wel, maar is niet het gros. Dat zijn meestal die wel die kopie-kopie hebben. Die wat rustiger zijn en even denken. En wel die geduld hebben. Want fraude moet je. Kijk, jongens zijn ook snel geld gewend. Hè? Vandaag we doen, morgen geld. Of het liefst nu we doen, nu geld. Ja. Dat is diefstal. Mm. Maar fraudeus is even iets afleggen. Een rekening openen. Even je huiswerk en dit en dat. Ja. En nee, die heb je zeker wel. Ja. 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 ja en die, die worden ook, ook groot. Zeg je? Heb je die dan ook een beetje zeg maar. Uh, hoor je daar ook wel eens verhalen over? Of is dat ook een soort van ander wereldje, zeg maar, wat nu aan het opstaan. Omdat ze in die fraude bezig zijn, ja. komen ze echt te maken met, met, met banken en alles. Ze komen over achter heel veel dingen. Ze moeten naar de. Weet je het ook weer, als je ondernemer weer ingeschreven, kamer. Ja, kamer. Ja. De dus zien ze allerlei dingen, waardoor ze soms op een plan komen van, hé, hey, wacht even. Als ik genoeg geld heb, ga ik dat beginnen. Dat zijn die jongens die hmm. soms die switch maken naar de legale ja. markt, zeg maar, ja. Ja. Fraudeurs. Ja, zo interessant. Ja, en, voor, uh, want dat, we hadden toevallig hier laatst een financieel uh, vermogensplanner zitten ook. Die zei ook volgens mij als je 1 punt, hoeveel geld is je nou nodig? 1,8 miljoen 1, volgens 8. mij. Ja, Dan kan je in Nederland een structuur opbouwen met vastgoed en dat soort dingen. Dat je uiteindelijk via box 3, dus nagenoeg onbelast, uh, 4500 euro in de maand verdient. Ja, dat zijn dingen. Dat Alleen wij maar hebben... door, door dat te investeren in een goed? Ja, vijf panden. Waarvan eentje zelfwonend vier geïnvesteerd. Uh, vervolgens met leningen vanuit je eigen bv. En wat je dan eigenlijk creëert, is dat je een negatief eigen vermogen hebt. Mm -hmm. Waardoor je meer geld kunt gaan lenen. En uiteindelijk kun je dus uit je eigen BV. waardoor de rente die je betaalt. betaal je eigenlijk aan je eigen BV. Dus daar eet je niet aan het geld wat je anders aan een bank zou geven. En daarmee kun je uiteindelijk je volledige belastingdruk op jaarbasis op 14% brengen. Of zo. Maar waar haalt hij per maand aan over? Als je dat doet: 4500 euro. Ja, 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 ja. met 1,8 miljoen. Ja. Ja. ja, is wel mooi. Maar eerlijk. Er zijn ja, misschien ook wel andere dingen met die 1,8 miljoen dat je dat kan krijgen. Klopt, alleen dan ga je belastingdruk, meer risico. Dat soort als je dingen. in Nederland blijft. Ja, als je dit. Ja, in als dit je is is het Nederland verhaal. Als je in Nederland blijft. En dit is ook, het is, uh, je betaalt bijna geen belasting. Ja. Dus dat is meestal hè, als je een bedrijf hebt. is is leuk, je, als je een ton verdient, moet ze de helft wel weer afstaan. Ja, ja. En dan hou je nog 50.000 euro over. En dan inderdaad met zijn structuur kan dit zeg maar, zo spelen. Dat je dan over die 1,8 miljoen bijna geen belasting betaalt. Ja, okay. Want normaal wordt zeg maar 9 ton eraf gehaald. Ja. Maar het he, punt he. dat ik wil maken is vooral. Dan heb je dus 1,8 miljoen nodig. Om daarna 4500 euro te verdienen in een maand. Ja, 90% van de jeugd op social media die luisteren naar Andrew Tate en dat soort figuren. Dan denk je ja, 4500 euro. Wat kan ik dan doen? Klopt. Dat, dat wordt gezien als niks. Het zijn twee zonnebrillen. <laughs> Juist, <laughs> precies. Ja, <laughs> <laughs> exact. Maar uh, uh, hebben jullie wel eens iemand gehad hier al die iets zegt over dat uh, mensen in Portugal gaan wonen wegens belasting? Uh? Nee, maar ik ken het verhaal wel een ja, beetje. Ja. Ik ken ja. Een jongen die dat <laughs> doet. Ja, ja, ja. Dubai is bij ons een bekender verhaal. Al die uh, internetondernemers verdwijnen ja, ja. allemaal naar Dubai. Maar ik heb nu ook een keer naar nou, Portugal, Portugal <laughs> ja. ja, <ja>, ja, ja. <laughs> Oké. Okay, okay. Een stuk dichter bij huis ja, daarom, en, uh, en Europa. Ja. Ja, ja, en ook wij zijn dan één keer in Dubai geweest. Ook een beetje een zielloze plek. Nou, ik ben er afgelopen uh, half jaar twee keer geweest. Ik noem het vluchtelingenbezoek, maar uh, uh, bij een paar vrienden van mij die ook in hun kop hebben. Maar uh, ik ben er 15 jaar geleden geweest. En toen was ik ook niet zo van onder de Ik dacht: van, het, oh, het voelt zo nep aan. Nou, die tweede keer, dan laatst, was ik geweest. Dacht ik: nou, ik zou je wel. Even kunnen wonen. En toen ging ik dan nu de derde keer. en dacht ik, nee man. Het, is, het klopt niet. Nee. Het is een opgepimte zandbak, letterlijk. Ja. En allemaal gebouwen met namen erop. Dit is van hem, dit is van hem, dit is ja. van hem. Ja. Je voelt, het klopt niet. Het klopt gewoon niet. En ik heb heel de vetste van de vetste restauranten gezien. Uitzicht van het mooiste uitzicht ever. Maar dat is allemaal prestige daarom. Man. En het voelt gewoon ja, onnatuurlijk aan. Ja. Ja. Nou, ik zat dan in een hotel, dat heette Five. Een bekant en hoeraars. Uh, ik zat in de liver, een vrouw die, die praat met mij. En, uh, weet je, vrouwen dat hoort toch ook niet? Weet je? je moet de man wel een beetje jagen, toch? Ja. ja, ja. Maar dus, ook dat voelt nep aan. En dat je denkt van nou, je bent toch in moslimland en dat je denkt dat die prostitutie daar zo heftig is dat je denkt hoe kan dat nou eigenlijk, weet je? Ja. Het is allemaal, dat voelt ook contra, dat dingen Het klopt gewoon niet. En, ja. uh, ja, het is te bloedheet. Nu is het geloof ik niet uit te houden. 50 nee. graden houden, of zo ja, je, je gaat van naar airco, airco naar airco ja. naar airco. Ja. Ja. Letterlijk wel leuk om te zien denk, we wel, wel leuk om te zien. Maar ik, ja, misschien zakelijk. Dat je, ik, ik denk dat het leuker is in Dubai. Als je daar blijft. Dat je kan heen en weer vliegen. Dan lijkt het een soort van te gek. Ja, ja. En belastingtechnisch natuurlijk. Maar voor vermaak is het niks. Nee. Als je daar komt van maken, we wel dat ook erover. Kijk, vernichting uh, afgelopen oktober. Ja, zoiets oktober. Ja. Je? Toen, toen zaten wij met de business ook nog wat minder. Niet dat het nu uh, dat ja. we nu miljoenen maken, maar toen was het al helemaal zo van nou we kunnen een vlucht boeken, daar gaan we een paar podcasts opnemen en daar kunnen we weer zeg maar geld uit halen. Om te maintainen. Juist. Uh, maar wij meten toen ook wel. Ik kwam ja, eerst avond daar. Toen zeiden we dat het echt tegen elkaar is echt een spookstad. We reden ja. gewoon geen ja, één auto in de nacht en dachten ja. wat gebeurt hier nou? Ja. Zulke grote gebouwen en ik moet wel zeggen: kijk, op een gegeven moment werden ook meegenomen door andere ondernemers. Kom je op leuke plekken en zo, dan heb je nog een soort van vermaak, maar ja. moet je wel geld tegenaan gooien, zeker ja. dus daar heb je wel voor nodig. Kijk, uh, uh, het is ook je hebt heel veel plekken die echt serieus kindvriendelijk zijn. En ik denk, als een kind daar komt, weet je niet hij meemaakt. Ik was naar uh, Atlantis, heet het, geloof ik, hè? ja, Dat was een aquapark. Maar als je dan hoort, ik denk ik dat ik voor twee uur zwemmen En ik ben wat dat betreft ook net een kind. Ik hou van uh, fietscrossen, skateboarden, inlineskaters, glijbaan en alles. Ik ben net een kind wat dat betreft. En ik kom in het park terecht. Maar om daar binnen te komen, één trein, ik weet het niet meer, maar uh, uh, zoveel derm. Uh, een bandje dat je langs de mensen mag. Een bandje dat je een klaasje hebt. Ik moest 800 derm betalen, man. Ja. Dat is 200 gulden. Is bizar. Het ja. is dat een jongen het voor me betaalt als ik het nooit gedaan. Maar dat ik denk, als je daar als uh, vader en moeder komt met drie kinderen, dat kan toch niet. Nee man. nee. Ja, dat, maar dat vind ik ook grappig om nu te zien. Dat steeds meer uh, gewoon mensen uit je omgeving, mensen die niet per se geld hebben, gaan daar dan ook heen voor. Een fotootje bij de Dubai bij Mal en dat soort dingen. Ik zeg ook tegen iedereen, ga er niet heen. Als je twintig ruggen hebt stuk te slaan, dan is een week daar leuk. Dan kun je best wel gewoon echt wel wildling ja, doen. Ja. Dan is het top. Maar oh ja, als je daar op je geld moet letten, dan moet nee. het met in, beter niet gaan. Nee. Maar ik vind zo en zo wat je uh, zegt. Ik vind dat uh, heel veel mensen denk, al, al, al jaren heel erg boven hun stand leven. Ik bedoel, als je, je ziet tegenwoordig niet eens meer uh, een, een, een meisje van 20 en een vrouw van 40. Het, als directie qua kleding is gewoon hetzelfde. Hebben hm. ook Chanel aan, hebben ook dit aan. En vroeger zag je daar wel onderscheid. En dan kon je echt in iemand zien: oh, die heeft een goede baan of die doet dat goed. Of, ja. Nee, maar het is bizar, man. Ja, hoe gek is dat. Hou je een beetje van reizen? Pff, dat is het mooiste in het leven gehad. Ja. Ja. Nou, Daar heb ik het wel... meeste geld aan opgemaakt. Ja, ja, toch wel. Wat ja. was dan de mooiste plek als we dan iets moeten noemen voor jou geweest? Mooiste ervaring? Anders dan Dubai hè? Nee, ja, ik heb. Ik heb Ibiza was mijn tweede huis. En uh, ja, dat vond ik helemaal te gek grap. Daar heb ik zoveel geld opgemaakt, maar oh. geen, geen euro en geen gulden spaard van. Mm -hmm. En wat je bedoelt om te zien in de natuur, bedoel je? Gewoon ook uh, voor ja, Ik wil gewoon. Kijk. Uh, Ibiza is heel commercieel geworden. Ik bedoel. Uh, toen ik daar ging. Uh, weet ik weet niet 15 jaar terug of zo. kwamen er 30.000 Nederlanders per jaar. En ik geloof al sinds 10 jaar terug. komen er 300.000 Nederlanders per jaar. Ja, ja. Maar van alle landen. Maar ik zei ook tegen een vriendin: van, hey, het gaat nu beginnen. Vijfde die acht komen Win een prijs naar Ibiza. Uh, al die radio. Op Ibiza, Ibiza. toen uh, gingen we naar de kloten daarom. Ja. Dat heb ik gezien. Laten. En. Uh, dus het is. Uh, als ik dan ga uitleggen over wat ik toen daar allemaal meemaakte en zag ook qua natuur, dat is niet echt meer hetzelfde. Maar uh, ja, ik en ik vind Curaçao ook top, weet je. Ja, ja. Als ik daar ooit weer wat zou kopen, denk ik dat ik wel op Curaçao wat aanschaf. Het is echt relaxed daar al. Nice. Ja, dat is en ze uh, heel ook altijd, toch? Je Curaçao. Ja, dat toch Ik heb vaak dag nog meegemaakt met drie dagen boot, of zo niet eens. In 1997. Ja? Ook zoiets. <laughs> ja. En nu vaak dag. Onze geboortejaren. Uh. Dat is niet normaal, maar dat ja, ja, is na ja, nou niet meer normaal. Maar dat is gewoon een uh, festival op water met uh, het celletje haaienrikken. Het is echt heel anders. Ik heb met die locals nog meegemaakt, echt dik. Ja. 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 En, maar jezelf verandert alles, hè? dat merk je wel. Ook Ibiza, ik bedoel, als je Ibiza hebt, zeg ik, zo heb je zo eiland. Maar dat speelt zich af tussen de oude stad en uh, Antonio, weet je. Maar hier al in dit stuk, vooral dit stuk. Ja, want heb je baaien en zo, weet je. Dat is, Kun je gewoon met een meisje alleen zijn of zo, ik noem maar wat. Goede natuur, juist. Kan je Adam en Eva nog spelen. Ja, precies. <laughs> nice, nice. Maar dus reizen is wel een van de ja, dingen waarvan jij zegt, ik het gelijk om ik, te doen. Het mooie van reizen vind ik uh, wie ik altijd ontmoet heb. Mensen die ik normaal nooit zou ontmoeten. Ja. Echt ook wel multinationals zitten naast de man of zo. Allerlei verhalen dat ik denk, nou ja, ja wij, zouden, wij zouden nooit met elkaar praten normaal, weet je. En wat je in die andere landen ook ziet. Bijvoorbeeld, ik ben... Acht, negen maanden geleden voor het eerst in Marokko geweest. Nou, prachtig, jongen, dat ik denk: van, dit, ik heb een heel ander beeld van Marokko. En ja, en, uh, ja. en, en niet weten, dat je in Marokko ook zoveel verschillende soorten steden hebt, weet je. Daar is heel rustig, daar is meer, het lijkt op Europa. Dat is weer maar richting uh, de, ja, noem het, Afrikaanse cultuur, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, wereldreizen worden het mooiste wat er is. Ja. Culturen, ik ben bijvoorbeeld nooit in Azië geweest, in Thailand. Dan ga ik denk ik wel dit jaar naartoe, denk ik. Bali ook? Ah, niet? Nee. Wat ik altijd zie, ook prachtig, jongen. Ja, zo ja groen. Ja. Echt groen. Ja. 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 Maar, ja. maar dat, dat is je Bali ik Bali wel leuk vind. Thailand ook. Maar dat heb ik dus laatst ja. ook. Ik heb iemand, uh, die volg ik op TikTok. En het is toevallig wat ik begrijp, een bankier. En die hebben een, 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 een foto bij een waterval. Ik dacht dat het Azië was. Maar het was niet zo heel groen. Was, was ook was Portugal. Portugal dus. En dan ja. dacht ik, ey, Weer die Portugal, jongen. Goed plekje. Ja, zelfs ja. komt hij terug. Ja, Zelfs komt hij terug. Portugal. Ja, dit, dat, ja. ja inderdaad. Ja, ja, ja. En ik hoor heel veel mensen. Ik, maar dat hoor ik eigenlijk al heel lang hoor. Ja. Altijd goede dingen over Portugal. Ja. Ja, ja, iedereen is zijn op Dubai gericht in die ondernemerswereld waar wij een beetje in zitten. Maar in dat Portugal lijkt mij een beter plan. Ja. ja. Hey, Okie, waar ik heel benieuwd naar ben. Je bent natuurlijk uh, zeer succesvol, uh, ik zeg maar even, straatondernemer geweest. <laughs> um, op een gegeven moment ga je er natuurlijk de gevangenis in. Nou, de Nederlandse overheid is er heel goed in om dan alles van je af te klauwen wat er af te klauwen valt. Mm. Dan ben je op een gegeven moment weer uh, je de straat opgelaten en uh, dan moet je ineens moet je een leven gaan bouwen. Maar je hebt wel de keuze gemaakt, van ja ik ga het nu eerlijk doen. Of in ieder geval niet op een manier waarop ik straks weer achter de tralies zit. Hoeveel ga je zoiets oppakken? Kijk, maar, uh, ik heb twee manieren meegemaakt van detentie. Vast zitten met heel veel geld en vast zitten met eigenlijk niks. En vastzitten met heel veel geld, dat brengt heel veel rust. Hey, je hebt iets van: uh, als je vastzit, ik mis de kerst, ik mis de zomer. En dit en dat. Nou, ik had dan de instelling, wanneer ik ook vrijkom, de zomer ga ik opzoeken. Dan ga ik met een vliegtuig ergens naartoe. Ja. Uh, geld brengt ook rust, weet je. En ik kon gewoon doorgaan met wat ik deed. Ik was ook uh, ja, een soort van pistol: wacht maar. Niet letterlijk, maar je hebt precies van: ik laat me niet kennen en ik ga gewoon door. Nou, en in 2012 kwam ik dan vrij van een poging bankoverval. En toen was ik het binnen. Ik was gewoon zat. Ik werd ook ouder. Ik wist, ik heb een goud verhaal in, in handen. Weet je, die van ja wat kan ik daarmee doen en dit en dat. En dat was eigenlijk. Uh, en ook mijn dochter kwam bij me wonen thuis in 2013. Toen dacht ik, ik kan niet wegvallen, weet je. Dat is echt een schande, Dat je uh, kind thuis, ja, je papa is gepakt of zo, weet je. En mijn geluk is. <coughs> Met het verhaal wat ik nu doe en ik had dit nooit verwacht, want het, 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 wordt, ja, het is mega, maar het is niet normaal. Uh, ik heb laatst mijn eigen podcast opgenomen, even kijken hoe daar wordt op gereageerd. De Luchtplaats. Mijn eerste. Uh, uh, degene die langsom is Wouter Laman van Mokromafia, ja, dus is wel leuk, meester cool. journalist. Ik ja. nou, boek geschreven, nou, ik heb laatst getekend voor uh, of getekend ja, voor een Nederlandse serie, maar ik ben ook bezig met een internationale serie. Nice. En het grappige is, iedereen denkt dat je bakken met geld verdient, maar dat is nog helemaal niet zo. Het is pas als je die rechten verkoopt. En dat tot nu toe eigenlijk nog helemaal niks. Het nee. boek ook niet eens noemenswaardig. Vijf, zesduizend exemplaren. Dan ja, ben je vijftig cent en je het niet eens man. Nee. Niet eens aangenomen. Ja. Krijg je hoeveel? Krijg je zelf? Ik, uh, ik zou krijgen vijftig cent, maar ik heb het niet aangenomen. Je hoeft het gewoon niet. Nee, omdat ik belachelijk. belachelijk hield. 12,50 over. En dan uh, moest ik belastingen opgeven, op weet ik veel wat allemaal. Maar het boek is nu uit de handel. Gaat bij een andere uitgever uitkomen. Ik weet alleen nog niet wanneer. Mm. Mm. Dus uh, ik denk als het met die serie nog gaan is. Maar het is wel jarenlang een opbouw geweest naar al dit toe. Ja. Want ja, ik heb dan ook die pettenlijn. Pette uh, uh, gaat ook niet helemaal zitten. Maar als die serie in alles komt, is het, ligt dat er allemaal. Klopt. En weet je, dus, dus dat wel. En dan ook... Uh, nou, ik kom er dan achter dat uh, mensen geïnspireerd raken door wat ik doe, is vragen om lezingen nou, doe ik, uh, ik was laatst bij de uh, hogeschool in Groningen en een uh, paar dagen nou, dat is nu een week geleden of zo. Precies een week. Uh, de Universiteit van Utrecht of de uni Union heet het hè? Ja. Dat is, uh, Allemaal opkomende rechters, officieren en uh, geschiedenisleraren. Ja, en als je dat dan ziet. Ja, dat, het is wel interessant dat ik denk van ja, ik ga me wel uh, ik wil me wel inschrijven voor echt om dat te doen, weet je, die lezingen. En wat ik eigenlijk heel jammer vind, ik ben natuurlijk eigenlijk een super veiligheidsexpert. Dat nooit iemand uit een bedrijf die iets met alarm hebt of zo, dat ik consult ga houden in een huis of in een bedrijf van hé, hey, daar moeten spotjes, daar moet een sensor, daar moet je grind gooien, uh, daar moet een, uh, weet ik veel, want ik zie dat. Ja. Ik denk in Amerika had het al lang gebeurd. Weet je ik kan het zelf hebben waar ik het eerst doen, weet je. Maar uh, het is beter met iemand die een bedrijf heeft en dat ik dan met van ja, daar zit dan ga, daar moet je nog opletten en dat en dat. Dat zou ik wel graag willen doen en al die dingen ga ik ook doen. Laat dit een oproep zijn ook naar, nou, want wij hebben best wel wat ondernemers. Ik heb er nu al eentje in mijn hoofd zitten die ook in de sloot en zo zit. Ja. Die dat misschien wel interessant vinden. Want wat je zegt het klopt 100%. Dat zie je in die film volgens mij ook. Catch me if you can. Ja. Daar eindigt het precies ja, zo. Ik ben ook bezig mm -hmm. met Arthur Brandt en de bekendste kunstdetective ter wereld, ze noemen hem de Real Indiana Jones. Ik hou me bezig met uh, kunst, gestolen kunst, echt niet de, de grootste zaken die er zijn. En uh, door hem weet ik ook dat er, uh, je kan, ik zeg ook in een andere podcast uh, van ik ben altijd goed in dingen oplossen. Mm -hmm. Alleen, het moet wel van alle partijen zijn dat men dat wil. En het moet ook kunnen. Ja. Waardoor uh, ja, als ik dan eerst op tv kom, dan zeg ik, oh, dit is een boef. Maar als je nou een beetje door hebt hoe naar nou binnen ben en niks meer doe. ik denk ja, dat is een aanwinst, man, voor een bedrijf. Als je in de beveiliging zit met wat ik weet en zie. Zeker. Want ik, uh, ik maak altijd die, of altijd. Soms maak ik die veiligheidsexpert belachelijk. Ik zeg, hoe kom je aan je opleiding? Hoe weet je dit? <laughs> nou, het is allemaal op opleiding gehad, cursus bij een ex-agent... die zich bezig heeft gehouden met inbraken en zo en dat soort dingen. Of eentje uit het leger die bepaalde missies heeft gedaan. Ja. Maar heel eerlijk, hoe vaak het nou een agent te maken gaat met een museum inbraken of een bankroof. Mm, Nooit. Niet. Niet. Nee. En ook al was hij er wel bij betrokken, hij weet helemaal niet hoe het moet. Hij weet alleen maar het is gebeurd, maar hoe? Ja. En daar is waar ik uh, het oog voor heb van hoe je iets moet beveiligen. Want ja, en toch ook een heel groot gat daarin is, ze kunnen ook alleen ontdekken wat er ontdekt is. De beste kraken yes, die ja, ontdekken ze ze niet, dus überhaupt kun je überhaupt niks van weten. Wanneer ben je gestopt eigenlijk met de criminaliteit zelf dan? Dat was die grens. Een, juur, een jaar of tien terug, 19, zoiets. Toen mijn dochter in huis kwam wonen. Oh, toen echt, ja. Ja, ja. Maar toen kan, toen kan ik ook wel begrijpen in het begin. Maar toen kwam je met, juist met geld eruit of juist zonder geld? Zonder. Zonder geld, ja. Dan ben je nog niet zo bekend zoals je nu bent. Mm -hmm. dan heb je Misschien nog niet alle lezingen waar je voor mm -hmm. wordt gevraagd. Mm -hmm. uh, hoe ga je het dan regelen, inderdaad, wat jou net zei? Hoe, hoe kom je dan aan je geld? Zo? Toen kreeg ik een uitkering. Ik vind het eigenlijk uh, belachelijk dat ik, uh, als je een uitkering hebt met die skills die je hebt, weet je. En toen heb ik ook gezien van de mensen die echt al wat kunnen, die met een uitkering thuis zitten, wat je helemaal niet wil. Ja. Ik helemaal niet, ik ben een workaholic. ik hou van dingen doen, ik hou van bezig zijn, ik kan echt al wat. Maar ja. ja, dan kom je daar en dan ze, uh, ja, wat wil je ze, ja, gaf ik me ook op voor uh, beveiligingsgebeuren. Nou, dat kon niet, Het was geen één bedrijf of zoiets. En uiteindelijk, uh, zeiden ze van... Uh, ja, dat was echt niet te geloven. We uh, heftig uh, chauffeur worden, zeggen we voorwaarden. Ja, in de haven van Amsterdam of in distributie bij Schiphol. Zeg, meen je dat nou echt? Zeg, weet jij wat de kat op het spekbind is? <laughs> kan, toen had die hetzelfde. Ja, dat kan ook niet. Zeg, ten eerste, weet ik al, heftruc te uh, besturen. Ik heb mij dat toch niet neerzetten, gek? Hij nee. hey, had goed vertrouwen. Als mijn vrienden. Nou, Als dat ik in, in de haven ben. Ik oh, zeg: nou, op een heftruc. Ja. Hey. Kom eens even aanbellen. <laughs> aanbellen. <laughs> hey, word ik af, afgeperst ook. Er komt een container binnen. Ja, moet even dat of dat. Ik moest echt lachen. Die mama zou ook wel lachen. Ja. En dan. Ja, daar kwam ik ook alweer tot de conclusie... er zullen meer mensen zijn die thuis zitten met een uitkering... die echt wel wat kunnen. Yes. Ja, honderd. We hadden het erover met uh, Wiebren van Haga in de podcast hier. Die zei ook, de hoeveelheid mensen voor wie het ook... ook gewoon niet loont om te gaan werken. Want dat heb je dan ook nog. Mensen ja. die wel iets kunnen gaan doen... maar verdienen ze minder dan een uitkering ja, die ze hebben. Klopt, ja, dan, dan denk problemen. je ook... Ja. Ja. <laughs> dat kan ik beter niet doen. Nou, een voorbeeld. Ik zou ook heel goed kunnen werken met probleemjongeren. Nou, ik ben hier bij de jaarbeurs geweest... Uh, er was een top van jeugdzorger, generaal of zoiets. Nou, ik zei, het ontbreekt. Ik heb nu gezien, uh, allemaal de top die met jongeren werken. reclassering, ex-agenten, alles. Uh, uh, ook gewoon agenten. En uh, ik zeg, ik heb gezien hoe jullie dingen aanpakken en zo. Maar ik zie niks verschil met 40 jaar terug. Nee. Ik zeg, uh, het ontbreekt hier aan een, een uh, ervaringsdeskundige. Dan gaven ze me gelijk. Na een andere meeting kwam de wethaal van Amsterdam zelf plek kwam een paar maanden na de burgemeester van Amsterdam en ik stel voor van nou, ik zal me niet bemoeien met politiek maar ik wil wel graag wat doen. ik ik zal niet de jeugdcriminaliteit kunnen stoppen maar ik weet wel die geweldspiralen redelijk eruit te halen want het heeft met bepaalde dingen te maken dat is helemaal niet moeilijk en dan denk je dat je gebeld wordt wordt ook gezegd ja we gaan je bellen dit en dat, 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 dat bellen niet nee. dat ik denk van willen jullie nou problemen oplossen of niet ik weet dat het een verdienmodel is daar ben ik achter gekomen of je niet druk om te maken dat iedereen zijn baan kwijt gaat raken. Maar dit geweld dat moet eruit. Wat echt kan. Mm -hmm. Weet je? En dat ik denk: hoe kan het dat niemand uh, mij roept van. Uh, want ik liep dan op die beurs rond en ik gaf als voorbeeld van: het is net alsof het een beurs over voetbal is. En het is uh, Ruud Gullert loopt rond en niemand praat met hem. En dat had ik met mij, met mij. Ik zeg: waarom komt niemand naar mij toe? Niet iedereen kent me misschien, maar ik vond dat echt raar. man. Ze ja. zeiden: ja, we hebben overzicht uh, in de wijk en we zien het nu allemaal. zeg: ja, dat zeiden jullie 40 jaar geleden ook. Hmm. je hebt overzicht ja, in? stop je iets, uh, wordt iets minder jeugdcriminaliteit is wel heel erg omlaag maar het is keihard, het is heel agressief ja dat het, is, is, minder het, ding geworden, het is minder geworden veel minder, maar uh, omdat het zo agressief is, zie je steeds meer in de krant, ja. dat je iets met iemand uh, die beestachtig beroofd wordt, of uh, een achterlijke overval, dat iemand doodgestoken wordt waardoor het lijkt alsof dat het erger is dan ooit, nee, die, die feiten zijn heel erg erger dan ooit, en worden gepleegd door meer, meer jongeren Mm -hmm. geweld vindt men normaal. Ja. En natuurlijk de media kan zich makkelijker uiten. Hij Uit zegt niet alleen via de kranten, maar ook op tv, ja, ja, via TikTok, Instagram, en Facebook. Ik weet dat de top 600 in Amsterdam is nu top 1000. want die zitten met hun handen in het haar, ze weten het niet meer. Ja. Huh? Hey, ik moet heel snel naar het toilet. Eén minuut. Ja. Nee, maar oké, okay, oké. Okay. Wij gaan gewoon door, toch? Ja, toch. Ja, okay. En, uh, dus ja, en op al die vlakken zou ik wel wat kunnen doen. Of met jongeren, problemen, jongeren, beveiliging of iets. Buiten het wat ik allemaal ga doen. Maar als je bezig bent met een serie of met een boek. heb je ook heel veel vrije tijd, uren in de week. Nou, die zou ik graag in willen vullen, weet je, met iets. Uit allerliefst zou ik iemand uh, ambulant willen begeleiden. Weet je, iemand die ex-TBS is. Iemand die net vrijkomt van tien jaar. Ja. om hem rustig te houden, die krijgen. Uh, Subsidie of wat dan ook, want het zijn aparte gevallen. Ik weet, ik kan altijd met de meest moeilijke figuren kan ik het, het beste vinden. Is het dan uh, niet een gek idee? Kijk, ik kan twee kanten op dan ook. Mm. Hè? Van oké, okay, je wordt niet een voor uitgenodigd. Um, sommige mensen, de Massa, die gaat dan eerst een opleiding doen. Uh, een paar jaar en die kan dan hè? een mm. soort van functie vervullen daarin. Mm. Andere mensen, inderdaad, beginnen gewoon, schrijven uh, zich even bij de KVK. En die melden zich gewoon aan als bedrijf. Zijnde voor luisteren, dit is hetgene wat ik nu doe. Ja. ik kan die gasten wel helpen. Die stap moet ik ook nu nemen, eigenlijk. Maar omdat ik uh, zoveel met andere dingen bezig ben, heb ik dat eigenlijk nooit gedaan. Ja. Maar ik had al lang verwacht dat iemand komt. Hé, hey, uh, wil je ons helpen of advies? Chinees, Want heel, eer heel eerlijk, ik niet om te bluffen. Ik dacht elke criminoloog, elke minister-journalist uit als het gaat om misdaad, ook de psychologische kant. Ja. een criminoloog bij mij redt het niet. Hoe lang die ook met jongeren werkt, echt niet. Er was ook op die bus er waren ook criminologen, was er een vrouw die ging praten. Nou, daar ging hij mee praten. Hij zegt, jij weet echt niet wat ik weet. Ben je gek of zo? Je hebt geen flauw idee. Want wat is het probleem met die jongeren? Als er zo'n uh, hulpverlener komt, hij uit zich niet helemaal tegen diegene. Hij houdt dingen achter. Tuurlijk. Maar hij gaat hij alles vertellen. Hij vertelt alles. Ja, ja, maar dat ja, ja. komt gewoon puur door... vertrouwen. ja, vandaar komt een vertrouwen. Juist, juist. juist. En als je pedagogisch bent opgeleid en je komt uit het gooien, en je moet opeens een kind gaan begeleiden. die uit de Bama komt. en zijn vader is een junk en weet ik veel. zijn moeder speelt de hoed, noem het allemaal maar op. en zijn broer is vermoord of zoiets. Ja, dan moet je echt voor goede huis komen. waar zo'n jonge turnen weet je. Ja. Ja. ja, dat zie je veel toch. Ik denk dat dat ook op scholen en dat soort dingen. er zijn te veel mensen die niet de achtergrond begrijpen of horen. die ja, mensen moeten helpen. Die... Je, hebt, kijk, je hebt vaak op scholen. hebben ze mij ook gevraagd, wil je lezing doen of voor die jongeren praten? En dan heb je meestal. Ex-criminelen die dat gaan doen. Het lullige ervan is, het zijn vaak ex-gebruikers die dat doen. Het zijn Klopt. niet eens ex-criminelen. Want diefstal ontstaat, ontstaat ook door gebruik, hè, dat je gaat stelen om je gebruik uh, uh, te financieren. Ja. Maar denk jij nou echt dat een ex-junk, die van mij het 2000 keer heb ingebroken, met waar ik vandaan kom, weet wat ik weet, die weten, die weten niet 5% van wat ik weet, ja. waar ik mee zou kunnen helpen? Ja. Dat is het verschil. Want hoe ik, hoe, het, hoe ik, ben, waar ik in één adem mee wordt genoemd een Holleder, een Stanley, misschien een Gemeines. Er is nog nooit iemand in Nederland geweest die dit doet, die die podcasten doet en zo vertelt en kan vertellen. Klopt. En ik heb geluk met mijn strafblad, want als ik iets gaat dat ik ooit een keer een oud vrouwtje had overlopen, had het, had het de krantenkop geweest. Ook ik heb 30 jaar geleden een vrouw overlopen die de duim gebroken. Mm. Dus ik heb geluk wat dat betreft. En ik meen het ook echt. Ik wil ook echt helpen. Ik heb er nooit bij iemand, ik heb er nooit iemand zien doen. Nee. nee, want je hebt ook voor duidelijkheid dus nooit iemand fysiek gehandeld, nee, nee, nee. Dus iets nee. in Wat ik net net zeg, uh, het het lichaam je intelligentie of je dat doet of niet. Ja. Maar het het is dus niet vaak niet long. nodig. Hè? Het was meer, je bent een dief, toch? Het was een dief. Ja, maar je, je kan je bijvoorbeeld uh, als je bepaalde dingen doet en uh, moet bijvoorbeeld een klaas helpen, ik noem maar wat, niet dat ik het gehad heb, maar kan je ook iemand nog even vastpakken en je die klaas moet open. Maar je hebt een andere iemand die slaat eerst die halve hersenpijn in elkaar en dus zeggen die klaas moet open. Die denkt dat dat zo op die manier moet. Dat hoeft helemaal niet. Ja. Ja. Als jij een voorbeeld toen je jonger was van. Want het is best nobel en soms ook denk ik de moeilijkere route om uh, het op die manier te doen. Hoe kwam je erbij? Zonder geweld? Ja, zonder geweld, met, moeilijk, met normen ja. en waarden. Het is soort. heel moeilijk. Waar uh, kwam dan, die... dan heb je andere manieren, bijvoorbeeld, um, ik heb huis wel eens meegemaakt dat ik wil dat mensen uit de weg gaan als ik aankom lopen bijvoorbeeld. Dan heb je een bepaalde kleding aan, pik, zwart in een bepaalde houding en dit dat, in twee jassen aan. Je ziet er zo uit. En dan weet je, ook psychologisch, ga aan de kant. Ja. Maar je hebt soms, daarom, je hebt soms dat je fosforum zo ziet in een overvallen, maar die is 1,50 meter 50. <laughs> met een zakmes. En er springen opeens springen vijf mensen in zijn nek. Ja, logisch. Ja, ja, hij, ja. Komt heel, hij komt niet intimiderend over. Ja. So, weet je, daar denk ik me helemaal niet over na. Want nee. je hebt altijd mensen van. Kan ik hem pakken, dit en dat. Yep. Het legt eraan. Ja, hoe je Had doet. je dan ook dat je wel, uh, weet ik veel, uh, ik zeg maar uit de film, dat je je hand onder je jas doet. alsof er een wapen zit of zo, zeg maar. Of, of was nee, dat ook Nee, Ik een heb stap nooit iemand hoeven dreigen of wat dan ook. Het is ja. meer uh, dat ik uit een bank kom lopen en dat iemand gewoon weg moet. Ja. En dat is, uh, vaak is het is uh, vaak, laten we eerlijk zijn. Stel je voor iemand op straat die gewoon in zijn open vizier is. die komt in een stap van echt versneld gewoon recht op je aflopen ga jij aan de kant? Je ja. gaat niet staan van wat moet je? Je denkt wat staat nou? Nee. Nou laat staan als iemand helemaal zwak is. Zwart is bifak. Als sta je met z'n twintig, iedereen ja. gaat aan de kant. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus dat is het is gewoon logica weer. Ja. Hoe oud was je dan toen je voor eerst bijvoorbeeld voor de Last of Power ofzo? Hoe, hoe kom je op die dingen? The, uh, ja, dat soort ja, dingen. Van dat als als lezen, ik op een groep he? afren en uh, zeg maar, heb je dan op je zeventiende al voor de Last of Power gelezen? Of waar komt die kennis vandaan? Dat is een goeie. Ik word altijd vragen gesteld waar ik nou heb. stil heb gestaan, man. <laughs> Uh, ja, ik denk ervaring. Ik denk ja. dat bijvoorbeeld, dat ik bijvoorbeeld, uh, ik heb wat uh, ingebroken, alarm gaat af en ik ben uh, toen de tijd niet bivakmuts, me, maar gewoon tot hier en een muts op en dat ik naar buiten kom rennen en dat mensen aan de kant gaan. Hmm. Dat ik denk, dat ik daarop ben gekomen van hey, als ik nou zwart ben en het is overdag en dat, dan gaan ze ook aan de kant, ja. want je, ik ben, je moet wel begrijpen dat ik die dingen ik let op alles hè, hoe mensen, ik had ook één, één dingetje dat ik dacht. Hoe word je herkend achter een spiegel? Dus je komt naar buiten rennen, jij ziet mensen. Mensen zien jou. En mijn ding was altijd. Als ik iemand zijn gezicht kon onthouden, dan ging ik vanuit, dan kon diegene dat ook van mij. En dan had ik situaties meegemaakt, dat van, ik heb van. Ik heb mensen gezien, maar kan ze niet herinneren. Dan kunnen ze mij ook Dus als ik gepakt zou worden, maakte ik me niet zo druk. Maar had ik van. Hey, ik kon diegene die achter de zijn gezicht herinneren. Kut, als ik nu achter die spiegel kom, kan het zijn. Dat ik herkend word en dat gebeurde dan ook. Ja. Mm -hmm. Een soort van oogcontact, wat je dan. Ja, ik bedoel, of als, als ik niet kan zo. herinneren, die als eerste in die actie zit, want jij als uh, omstander of slachtoffer, die schrik, die is verbaasd, die moet eerst nog. Van die schrik is vaak soms al het moment dat ik weg ben. Ja. Maar ik kan ook hebben dat het even wat langer duurt, of ik moet juist lopen, ik kan niet rennen, want niet iedereen bedoelt. Maar diegene op die hoek, die zag het wel. En die heb ik zijn gezicht wel onthouden, dan weet ik, die kan mijn gezicht ook onthouden. Maar ik heb dan wel dat ik afgedekt ben, weet je? Was dat dan ook doordat je hoge intelligentie hebt, dat je in een situatie die voor veel mensen veel stress zou hebben, waardoor je eigenlijk in een soort van overlevingsstand bent en je achteraf de soort van waas is, dat jij enerzijds heel rustig was, maar anderzijds ook omdat je dus waarschijnlijk een soort van goed geheugen hebt, dat je daardoor ook goed kon terugreflecteren op wat je gedaan had en elke keer eigenlijk gewoon bijna kon uitschrijven van oké, okay, dit ging goed, dit ging minder goed, dit moeten we anders ja. doen? Ja. Is goed, is goed wat je zegt, man. Het is achteraf analyseren. Net als voetbalwedstrijden. Ik heb altijd voetbal als voorbeeld. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Van wat hebben we toen fout gedaan? Wat hebben we toen gedaan? Je komt ook soms in de auto met z'n tweeën of drieën terecht. Potverdomme, suffert. Ik heb je toch gezegd dat je die deur niet open moest doen? Dat soort dingen. Ja. Nou, dat gebeurt dan niet meer. Ja. En ook het opletten. Want alles hebt te maken. Wat ik me bezig heb. ook dat inslapen. Ik kon niet hebben als ik in een gebouw loop. En ik zeg, uh, wat doet u hier? Het <hup> is te laat. Het is gewoon... Goedemiddag, ja, ik ben op zoek naar Hendrik. Kent u Hendrik? Ja, van het uh, detacheringsbedrijf uh, Friedmans. Het floept er gewoon uit. Is dat hier dan? Oh, u kent Hendrik niet? Of is het niet hier? Diegene is helemaal uit uh, dat ding van: wat doe je hier al? Hij is een Want je vraagt: maar is, je moet rustig blijven. Maar dat moet je wel kunnen. Maar dat, dat heb ik met de jaren geleerd als jong yogi man. Ja, die, want... Omdat ik die checks toen vroeger stelde en creditkaarten, deed de in gebouwen. Ja. En liep mm -hmm. ik gewoon naar binnen en haalde. Ik uit de tas, zoals dat ik nog een oude creditcard verwisselde. En want de mensen hebben alleen het randje, toch? Ja. Dus die stelde als je pech hebt al drie dagen met je kaart te winkelen. Ja. Dat soort dingen, jongen. Nee, Echt, dat is ja. niet te geloven. Ja, mensen valt het niet op. Nee. Maar heb je dan in het begin, want de eerste, laat zeggen, de eerste uh, 200 keer dat je ermee bezig bent, hè, mm -hmm. een je, aan het pikken bent, dan bouw je dus die stressbestendigheid bouw je op. Nee, ik denk dat omdat het, uh, het is ontstaan dat ik zo jong pikte, 8-9 jaar. jaar, nooit gepakt. Uh, ik, ben een, ik ben twee keer gepakt. Eén keer op mijn tien elfde met 10-11 met viltstiften voor graffiti schrijven, en één keer met de kindjes. Snoep. Ja. Ik, en toen had ik heel veel geld bij me, had ik 200 gulden bij me. Dat was de dag dat ik mijn boeken moest halen voor de hogeschool, weet je, brugklas. Ik weet nog goed, ik, ik dacht, ik was een verstoring. Ik, ik sprong uit de bus, zat ik een in een kleermaker zitten, waar je, met die boeken zo zwaar waren. En toen ging ik naar de Albert Heijn en toen pikte ik een zak, erop ben ik, werd ik gepakt. Dat is de enige twee keer dat ik met zo ben gepakt. En ik heb echt duizenden keren in die winkels. Ik ging elke dag. Ja. Ja. En als je dan, ik denk dat daar is ontstaan door dat iets wat niet mag, nooit gepakt. Dat ik iets in me heb van, het is normaal, ik heb geen angst. Of van dat iemand zegt, hey, wat, wat doe je, je dan? Ja, dat is het? Ik denk dat het daar is gegroeid, denk ik. Een soort van engeltje op je schouder, dat hoort altijd gewoon goed. Nee, een ontwikkeling in je karakter. Dat denk ik. Dat als ik dit op mijn twintigste had gedaan... dan had ik wel de hele tijd gestoken Van, hé, wat doe je? Oh, ja, sorry, ik hoor niet en Ik noem maar wat. Dat denk ik. Merk je dat dan op andere vlakken... dat je daar ook heel level headed in bent? Of heb je dan bijvoorbeeld, weet ik veel... bij een geboorte van een kind of zo... dat je ineens denkt, tering, ik ben gestrest en dit, dat. Nee, ik heb dus een vrij hoge stressgehalte. En ik heb bijvoorbeeld... Ik heb een keer, ik kan ook heel erg tegen bloed, ik geef hem als voorbeeld. Als iemand op straat ligt en zijn darmen leg draait, ik ben zo'n type die het pakt en, en dichtdrukt. Ja. Ik heb zoveel bloed en gewonden en dingen gezien, dat doet me niet zoveel. Maar ik heb ook een keer een bevalling gefilmd, echt van zo dichtbij. En dat was ook een test of ik dat tegen kan. Maar het aparte was, als ik door de lens keek was het zwart-wit. En met mijn oog zag ik gewoon het bloed bloeden. En het aparte was dat ik met mijn oog zo keek, dat ik het tegen kon ik heb dus niet gauw stress dingen, ik ben altijd heel rustig nee, nee. en ik weet juist als iedereen van wat is het voor mij hey, even vijf seconden even kijken iedereen die kant, die kant op ik moet die kant op ja. Ja. Ja, ja. weet je maar ja een soort van knopje wat je ook kan omdraaien bij jezelf het is niet nee het is, is het niet zo'n knopje man altijd, ja het is gewoon zo ja ik heb ook heel vaak gehad dat vergis je niet hoor ik kan me nog steeds de kleren schrikken ik kan me echt wel om dat ik te, te, tegen het plafond knal <laughs> maar ik heb heel vaak gehad hij ook en de, die verwacht dat ik zeg hé hoe is die grap ja ja ja. ja 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 mooi is dat ik <laughs> kan het nog steeds <laughs> <laughs> ja, ja. het ligt eraan ik denk dat het aan de dag ligt wel of wat maar ja. ik kan nog steeds het vroeger knallen van de schrik hey, ik ben ook wel erg benieuwd van um, je bent natuurlijk dit gebouw ook binnengekomen en mm -hmm. zo let je dan ook automatisch hier op, van oké okay, luister stel je wilt bijvoorbeeld iets pakken, dat je dan ook precies weet hoe je dat uh, moet doen en zo. Dat zal ik jou vertellen, dat ging net automatisch. Ik kom net binnen, ik zie een balie. Ja. Die vrouw ziet mij. Ze zegt, ja, wacht, komen andere mensen direct. Uit dus rechts zijn mensen aan het eten. Die mensen hadden hun tas niet bij. Hen. Ja. <laughs> Als ik zat gewild, loop ik met jullie mee. Ik, ik had die vrouw bij die balie had ik uiteindelijk omgelopen, weet je, want zij, zij kan mij tegenhouden. Maar dan zie ik dat die mensen gaan eten, Kijk ik hoe laat ze eten. En dan ga ik morgen weer kijken. Kijk ze op de gang. Oh, die gaan eten nu. En dan hebben ze alles in die kamer liggen. Ja, ja, ja. ja het is wel leuk. Maar ze gaan elke dag dezelfde tasje gaan ze dat doen. Ja, ja, ja. ja dat is ook een ding denk ik waar je veel gebruik van gemaakt. Dat is gewoon de routine van de mens. Juist, juist, juist. juist. Standaard is Bingo voor elke, elke ondernemer. Ik ga jullie een tip geven welke dag jullie echt moeten oppassen. Vrijdagmiddag borrel, kas op. <laughs> Daar hebben we het meeste geld verdiend, jongen. Goed, iedereen, lam, iedereen lam tassen liggen allemaal in één kamer <laughs> ja. en zo. Ciao. Kerst ook, levensgevaarlijk, jongen. Ze zijn allemaal suf, man. Die, hele, die, die week na Kerst is het de, de, de hele, hele kantoorgebeurtenis van, maar ik weet ja, niet. Ja, ik ja, weet niet. Ja, dat is dat is goud, man. het is een goud, man. Die, die, die paar dagen is niet normaal, man. Hoe is het dan bijvoorbeeld in Dubai? Want in nee, Dubai nee, kon nee, ik mijn nee. telefoon aan de andere kant oh. van de club laten liggen en er werd niet gestolen. Vijftien jaar geleden was ik dus voor het eerst in Dubai en toevallig ook op een vrijdag. En ik ga een shoppingmall in nee. en ik loop langs een juwelier. En de deuren staan open en ik zie alleen maar AP's, weet je, Adama's, ja. pikets, en Diamanten. En ik loop naar binnen. Maar ik was toen nog, toen pikte ik nog, ik, ik was met iemand die zei: hé hey, hé, hey, hey, wat zijn die mensen? Wat zijn die mensen? Maar ik kan niet door dat het Dubai was, toch? Ik zeg, ik was met, met die vrouw ook, waar ik altijd, ook altijd mee naar beach ging. Ik ze zeg: ga, ga weg, ga weg, ga weg, ga weg, ik, doe, ik ga die, die Ik wil het echt pakken. Zij die zegt: Niet doen, ook niet dok, je gaat gepakt worden. Ik zeg: Wat, dan, wat is dat? Wat zijn die mensen? En toen zeg, ze Kijk in die gang, en toen keek ik in die gang waar zijn bidden. Dus als ik in het vrijdagmiddaggebed in Dubai dat had gepikt. Ik weet het, ik denk je nu niet, nog in Dubai? Ja, nou, het rare is, ik ken een paar Engelse jongens, die niet persoonlijk of Ieren. Die hebben twee jaar geleden een juwelier in Dubai uh, beroofd door een inbraak. Ja? Die hebben voor 15 miljoen pond, je uh, moet zeggen dan in pond, juwelen. Die zijn laatst zijn na twee jaar vrijgekomen. Maar die jongen is een, een vriend van een vriend van mij, een Ier, die zei: Hoe ik daar zat. Engeland is, is zwaar zitten. Hè? Hij zegt: Is alsof ik negen jaar in Engeland heb gezeten. Zo zwaar is zit in Dubai op bepaalde, op bepaalde plekken. Om een indicatie te geven hoe heftig het daar is. Ja, dat is geen gezellig. En net. ik had het puur omdat ik gewoon dacht: van ik kom gisteren uit Nederland en nu ben ik, maar ik sta niet stil. Dat ik in Dubai heb ik ook een keer in Monaco gehad. En ze uh, zeiden: nee, niet doen hoor. En daar is gewoon is crime free. Ongelooflijk. Ja, ik had toen de tijd zelf nog een hele dikke klok, een Rolex, allemaal vol met stenen. Was wel gezet, maar was een dikke klok. En toen ging ik een tas kopen en zei: die man, we, we got better quality over there. En toen wees hij in een steeg wat pikken donker was. En dat ik daar naar boven zei: no, I'm not going there. En toen moest hij lachen. en zei, why not? Ze zei, no, I'm not going. En toen zei die vrouw, was ik ook hier stelen ze niet, grap. Mm. Hier stelen ze niet. Want in nee, Nederland doe je dat niet. Nee. Nee. Maar daar is echt Het fris. Ongelooflijk. Ja, bijzonder. Is er vandaag de dag dan nog, inderdaad wat ze zeggen bijvoorbeeld Amsterdam. Tegenwoordig hoor je het vaak, als je in Londen rondloopt met de Rolex, dan is zomaar de kans dat je hand je arm eraf. Nee, afgaat, afgehaakt, maar je wordt wel beroofd. Ja. Je bent wel, de kans is daar dat je hem raakt Dus iedereen, niemand doet die rollers meer om en wil zo'n omrijding. Ja, het lullig is, dan heb je een nep je nog gevaar, weet je. Ja. En uh, ja, het is gewoon niet goed te praten, maar ja, ik weet wel hoe sommige van die jongens denken, weet je. Ja. Ik zeg altijd maar zo: vind de Rijken ook niet leuk om door. Als de Rijken niet willen delen, zullen ze de armen het komen halen. Ja. Ze zijn breed. Ja. Ik zei een paar jaar geleden bij de Paan Witteman aan tafel van uh, om het over beveiliging. Het ging over die twee Marokkaanse jongens die dood waren geschoten in Dunne bij die overval. Uh, ja, risico van het vak, inderdaad. Maar uh, ik zei, de criminaliteit wordt steeds heftiger. En dat is ook. Als je, ja, je houdt je hart vast dat ze niet, uh, als ze niet meer op straat komen. Dat ze hun huizen echt gewoon invliegen om dat te doen. En je hebt meestal wat oude jongens die dat doen. Maar ze zeggen gewoon: jongens, van 16 die gewoon uh, bij een afgelegen file, gewoon ding dong. Yep. En hoe jongeren ze zijn, hoe, ze denken die na toch. Ze doen vaak. Veel meer gestrest dan jij als slachtoffer, mm -hmm. en die doen de meest gekke shit, hou dan niet zo'n jochie van 16 vast of zo, en hebben mensen handen. Dat steekt alles in iedereen om weg te komen. Ja. 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 En denk je, ja, ja, als je hart een beetje vast met al die dingen? Ik heb ook in een andere podcast als voorbeeld gegeven. Een jaar geleden geloof ik dan in de Beethovenstraat. Van die man die aan het eten was en die gewoon ja. een ding op zijn hoofd kreeg, ja, dat is wel heel heftig oh, dat, ja. dat is ongelooflijk. Daar ligt de dag gewoon. Ja, ja. ja, dat kan ik niet bij. Hoe kegelde die ja, nog even een standaard. stoel ja. tegen een vrouw die daar ook ja, zat te, draad, te eten ja, wat Had de wat, wat, wat iets, Ja, dat dan een Rolex om of zo. Iets, ja, iets. Ja, had de Rolex om. Toen kwam letterlijk gewoon iemand op zijn video, loopt gewoon het ras op. Doet gewoon op letterlijk hoofd. een wapen op zijn hoofd. Hij zit gewoon met vier man te eten, gewoon een wapen tegen zijn hoofd. Iemand, ja. Die man probeert te worstelen, maar die pakt een stoel. Wil hem op die gast gooien. Gooit mis. Gooit nog een andere vrouw die daar zit te eten. Die moet het tanden allemaal draaien. Die ja. raam precies op de tanden. Ja, ja, ja. Het ja, is wel heftig. Dat was, uh, was niet ideaal. Maar ik, ik heb het, die als voorbeeld geef in een andere podcast. Kijk, mensen kijken naar dat wat die jongen heeft gedaan. Van hey, je fucking schoft en dit en dat. I get it. Maar ik kijk er anders naar. Ik kijk er naar. Wat in hemelsnaam bezielt je om dat te doen? Kan je niet op een andere manier aan je geld komen? Ook op straat. Als je zo ver gaat om een wapen te trekken op een terras weet je en ja, ja, ja. risico weet je allemaal nemen ja. 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 voor een kleine beetje geld. Want is die gas nog gepakt? Nee. Maar je kent natuurlijk nagaan dat het iemand is die in staat is tot alles. Als je dat doet, dan ben je in staat tot alles bij. Ja. 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 Heb jij wel eens een wapen gedragen dan? Gewoon puur voor de dreigement? Uh -uh. Ik, heb, nou ja, ik heb een paar keer een wapen bij me gehad. het is als ik uh, veel geld bij me had. Hmm. En ik heb een keer één, uh, twee keer op een lijst gestaan. En toen liep ik continu met een vest en een glok. Continu. Ja, Was dus stond je op een lijst dan? Ja, en een of andere Magal die had uh, wat verzonnen in uh, een dodenlijst. Die jongen is dood nu. Oh, ja. Die heb ik niet gedaan. <lacht> <lacht> Goed dat je Belangrijk is Belangrijk disclaimer. Ja, toen liep ik. Want ik, ik, kijk, waar heel veel mensen die bij stilstaan... Ik heb echt lef. Ik, ik, ik heb meer lef dan een, dan een hitter, weet je, een huurmoordenaar. Een huurmoordenaar ja. de durft niet de dingen wat ik doe. En ik ben wel weer het type, ik ben tegen geweld. Ik zou niet ooit iemands leven willen nemen. Maar als je bij mij komt en je wil komen, 100% schiet direct door je kop. Direct. Ja. Terwijl ik dat heel, ik ben niet zo, maar ik weet, ik heb die lef. Ik weet dat. Is ja. het raar dat, ik weet het niet hè, maar is het raar dat zoiets jou nog nooit is overkomen? Dat mensen je nooit op die manier hebben getest? Ik weet niet of dat een... Uh... Nou, er zijn zelfs of van dat soort dingen gebeurd. Maar ik, wat ik zeg, ik geloof in het lot, weet je. Ja. Als het je tijd is, is het je tijd. En het heeft ook mee te maken met wat je op je kerfstok hebt en wat je doet. Je karakter ook. Ja. ja. Kijk, als je ik sta bekend als Als er een probleem is, kan je met me praten. Ik sta ook bekend als prater. Uh, meestal werk ik dan zo op straat. Zou je bekend als op sprater? Kom maar eerst met je praten. Mm. Zou je ja. bekend omdat je levensgevaarlijk bent en valt niet met je te praten? En ja, dan krijg je gelijk een paar kogels. Mm. Want je bent onhandelbaar, want ik kan niet met jou praten. Want je gaat of mij schieten. Daarom is het, ook altijd het ding wel, in groepen ook, er moet altijd één jongen zijn die niet per se alles van de groep weet, maar genoeg weet om als er een conflict is met die andere groep die ook zo'n jongen hebt, te kunnen praten. Ja. Ja. Want vaak in de baai worden de grootste vijanden de beste vrienden. En dan komen ze erachter van, hé, hey, zat dat zo? En dan is shit man, als ik dat had geweten, dan zaten ze allebei niet daar waarschijnlijk. En dat zijn codes en regels. Maar als je in een groep hebt van dat zo'n jongen van zo'n groep het probeert om te praten. En denk je, hé, hey, houdt het knallen maar af, ja, dan, uh, dan heb je een probleem voorbij. Want er ja. is natuurlijk heel veel ellende gekomen door misverstanden. Ja, dat is en door wordt het geleden van derde. Heel Zwaar. Heel dat er, waar uh, ook het boek wat je net al aanhaalde, Mokromafia. Ik bedoel dat heel dat gemieter begint ook gewoon om. Ja. Ik denk dat jij iets gedaan hebt en daar handel je gelijk op uh, ja. mag negen of ja, het hele, Kijk, uh, dus van mijn tijd, man, die mokromafie heeft natuurlijk uh, ja, dus. doorgestroomd zeg maar, richting Utrecht. Nou, de meeste van ken ik niet, maar uit mijn generatie van Amsterdam, daar waren gewoon jongens bij, die gingen gewoon verzinnen van dat jij wat verkeerd over hem zei en hij is een zware jongen. En ik doe dat bijvoorbeeld, ik heb het niet gedaan, maar ik uh, mag jou niet of ik denk dat valt wat te verdienen en ik ga naar hem toe, jij hebt geld en hij wil jou wat aandoen. En hij zegt tegen mij, oh ja, ik zeg ik regelt het wel. Ik geef je honderd euro en ik knal jou dood. Ja. Terwijl er helemaal niks aan de hand was. Mm. Ja. Dat is dan een zogenaamde ook moordmakelaartje dan in het klein, maar dan ben je gewoon ziek in je kop. Ja. Dus, je dat doet. dus er is helemaal niks aan de hand. En dan denk je serieus geld te gaan verdienen, dat je iemand afschiet of waar nou, je dan in denkt ook mee weg te komen. Ja. Nou, dan, mijn ervaring is met jongens die dat gedaan hebben, op een enkeling na hebben allemaal een straf gehad. Of Weleens... dood of vast of op de vlucht. Heb je wel eens een punt bereikt? Dat je het gevoel had van. Dit gaat de verkeerde kant op. En wat ik daarmee bijvoorbeeld. Neem die serie Mafia Heb je die gast Taxi? Ik weet niet of je die serie gezien hebt. Die zit er op een gegeven moment zo diep in. Mm. dat die dingen moet doen. Wat van ja, je, bent, je hebt al zoveel gedaan. Je kunt geen nee meer zeggen tegen de mensen die je. Dus je zit een soort van vast. Heb je zelf wel eens een moment gehad dat je dacht. Van, oh, ik begin me nu langzaam in gebied te begeven. waar ik me misschien niet comfortabel ben. Nou, het vervelende toen de tijd was. omdat uh, Ik ken natuurlijk heel veel van die jongens ook die dood zijn. Je hebt er niks mee te maken, maar je leunt er wel tegenaan. En mm -hmm. bij sommige partijen werd, bij sommige jongens, geëist: hey, ga je met hem om of ga je met mij om? Dat jongens helemaal niet wouden. En dat is wel iets wat ik altijd vermeden heb en dat of uit beeld kwam of wat dan ook. En um, ja, ik heb me niet, niet ooit in zo'n situatie uh, gewerkt, maar ik, had ik me wel in zo'n situatie uh, gewerkt, dan had ik denk ik gewoon onverwachts gewoon het beeld gaan. Ik gewoon waar is ook, niemand weet wat ook. Dat heb ik gedaan. Ja. Want je kan dat ook onder druk komen te staan. Dat je dingen moet gaan doen die je niet wil doen. Die ook gebeurd zijn, weet je. Ja. Mm -hmm. mij, mij, wat ik weet van veel van de jongens die ik ken, hebben allemaal dingen, het hebben dingen gedaan die ze in hun hart echt niet hebben willen doen. Nee. Maar ja, het wordt vereist, ook druk. Weet je, als je een partij van die rommel kwijt bent, ja wat moet je doen? Je kan geen aangifte doen, toch? Ja. moet afgestraft worden. Het zijn allemaal denk ik wel hè, de wereld waarin je, je begaf is natuurlijk. Het zijn allemaal denk ik wel enigszins unieke karakters, want ja, het is iets wat niet veel voorkomt zeg maar. Was jij dan daar binnen echt nog een? ...een Uniek karakter toen al, want kijk nu achteraf vertel je het verhaal. In ieder geval, oh, het is een uniek verhaal. Maar was jij toen al daar binnen die wereld een uniek verhaal? Of was eigenlijk iedereen wel op zijn eigen manier met de gekste dingen bezig? Je bedoelt met die jongens van het mokkermafia gebeuren? Nee, gewoon met de jongens waar jij in jouw tijd mee omgaat. Hey, oh. jij was dan, want jij was doordacht. Je ging slim met dingen om. Zoals je zegt, hè. ik verdwijn gewoon als er problemen ontstaan. Mm. Waren er meer van dat soort gasten? Of ja, was zeker, jij toen ook zeker, al een uniek ja. nee, waren verhaal? Nee, waren, er waren wel meerdere. <laughs> er waren er wel meerdere. Uh, nogmaals, mijn generatie, ik heb veel geleerd van ouderen en die jongens om mij heen ook wel. Waardoor je weet wat je wel en niet doet. Yeah. En uh, iets als moord, ja, dat is iets, iets heel extreems, dat, dat kwam niet in ons op. Ik bedoel, wij willen <coughs> geld verdienen, we zijn niet om, uh, en we waren ook geen grote dealers, we waren allemaal ja, boefies, bij inbrekers, sommige overvallers, die dan wel de switch maakten naar de, naar de handel, weet je. En als er dan een dode viel, ja, dat, dat was eens in de weet ik veel, zoveel tijd. En dan was het meestal iets wat uit de hand was gelopen in een discotheek. Of het ging om een chick, maar niet per se een echte liquidatie. Nee. Dat was meer voor die, zeg maar die oude Hollanders, weet je. En uh, dat was ja, ver van, uh, van mijn bedshow, weet je. Maar later kwam dat heel dichtbij. Want wat natuurlijk het, 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 um, het verschil was met wat die Hollanders deden en die jongens uh, van mijn generatie. Het ouderwets invliegen van een Joegoslaaf of een Italiaan of een Colombiaan. Ja. Als er een joegoslaaf kwam 30 jaar geleden, die deed liquidatie op de dam, ik noem maar wat. En die staat 10 jaar later op het Rembrandtsplein. en weet hij niet eens dat hij 10 jaar geleden, 10 uh, minuten om de hoek dat gedaan heeft. Ja. Maar nu heb je internet, het is lokaal en men gaat erover praten. Waardoor er heel veel roddels kwamen en dingen uitkwamen. Ja. Want ik vraag me wel eens af, als ze het hadden gedaan, het ouderwets invliegen. Dat is volgens mij allemaal niet zo erg geweest, maar ja. Dus achteraf praten, nu, dan ook met die crypto-telefoons. Ja. Iedereen, zeg maar, die toen de tijd die ik ken niet meer leeft, had nu waarschijnlijk heel veel straf gehad ja. met andere dingen. 20, ja. 30 jaar voor dit of 15 jaar voor dat, allemaal. Want met die telefoons hebben ze gewoon praktisch elke beetje shotcaller of die wat te vertellen hebben, hebben ze gewoon te pakken. Ja. En dan mag je in je handen klappen dat je rond de 10 of 8 jaar krijgt. Uh, daarboven uh, is niet leuk meer, man. Ja. ja. Een hey, stukje meer gefocust op de business van wat jij deed. Ik ben wel heel benieuwd. Op een gegeven moment ga je steeds grotere dingen doen. Je zegt, hey, je laat jezelf een nacht insluiten in een bank. Ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment ook steeds qua investering, denkwerk, mensen die erbij betrekt, komt er steeds meer bij kijken. Want je hebt de vluchtauto nodig. Mm. en nou, Je moet iemand vinden met wie je overleeft een nacht. Die wil de buit delen. Je moet een soort van investering doen. Hoe zag zo'n plan er vooraf uit? Want je moet één weten of iets kan. Dan denk ik, een inschatting maken wat het kan opbrengen. Maar dan ook bijvoorbeeld met zo'n van Gogrof. Maar Ja, het is super leuk als jij een van de meest bekende schilderijen hebt die er zijn. Maar ja, je kan hem niet uh, de dag daarna op de markt gaan staan verkopen. Want dan ben je gelijk het haasje. Dat heb allemaal mee te maken met wie je omgaat en wie je kent en uh, je ervaring. Ik wist bijvoorbeeld bepaalde kraken. Wist ik van, nou, dan, kunnen we, dan ga ik met hem. Ja. Of je wisselde een keer af met bepaalde dingen, was steeds met dezelfde jongen. Die jongen is helaas overleden. En. Uh, ja, je weet wat diegene kan. Want je hebt wel in dit hele gebeuren, zijn er niet heel veel die rustig blijven. Daar gaat het meestal met Dit soort grote dingen, je moet rustig, op, vooral zoals bij dat van Gogh. Um, nou ja, bijvoorbeeld als je de zenuwen krijgt, dat kan je krijgen. Dan ga je, je, je benen een beetje trillen. Probeer maar met trillende benen een ladder op te gaan, dat gaat niet. Hmm. En um, veel van die dingen wat ik zeg maar gedaan heb, ja, je hebt jongens die gebruiken gewoon coke om yeah. te blijven. En dat weeg je allemaal af met... Je kan, en je moet ook weten van als dit gaat, is diegene discreet genoeg, weet je. Nou, achteraf ook een fout in gemaakt. Want vaak komen dingen niet eens uit omdat uh, ze erover praten, om het te verraaien. Maar men is te enthousiast. Ja. En je vertelt het aan je vriendinnen. Ik niet. Niet ooit. Niet ooit. Ja. Ik zeg altijd, Scarface, rep dat. Pillot talk will send you, uh, Never say shit to your girlfriend. Pillow talk will send you to the state pin. Als je bent blij, zeg maar, oh schat, ik heb geld, we gaan lekker naar Ibiza, oh, dit, dat. En een jaar later ga je een keer vreemd. Fuck politie that. komt langs, klaar. Ja. Gebeurt, hè? Ja. ja. is wel grappig, want ik denk dat dat ook hetzelfde geldt in het ondernemen. Het moeilijke is in die wereld, ik weet niet of het in de ondernemerswereld is, dat die vrouw de hele vriendin altijd hele tijd loopt te zeggen, wat ben je aan het doen? Wat je bij dat vijf, dit, dat. En ik kan moeilijk zeggen, ik lag in een dak, dakgoot een bank <laughs> af te leggen met mijn thermokleding met min 10. Weet je, is echt gebeurd. Ruzie, jongen, hij erom. Ja, ja. Ja. Want die, wil, die vrouw wil wel altijd weten wat je uitspookt. Ja. Je hebt er wel een paar die dat kunnen handelen. Maar, er hoeft maar één, het kan ook de hele tijd goed gaan. Maar het hoeft maar één keer te zijn dat het idee is van je bent bij een chick. Dat fokt je hele ja, gedoe ja, ja. op. Dat is echt kut. Want hoe kun je dat verdedigen? Want je gaat inderdaad niet vertellen wat je allemaal hebt uitgespookt. Nou, ik heb het wel eens meegemaakt dat ik heb gezegd. Ja, ik ben inderdaad met een chick bezig. Gaat je niks aan. Om weg te halen van... Waar ik daadwerkelijk mee bezig ben geweest, of dat iemand me daar in de buurt heb gezien. Was dat wel eens eenzaam? Want je hebt toch wel, je kan nooit iemand echt 100% toelaten. Daar hangt gewoon te veel van af. Nee, omdat je weet, ik denk, omdat je professioneel bent, uh, dat geldt ook met ondernemen, of dat je iets geheimhouding hebt in een bedrijf of iets, ja, gewoon je mond, gaat je niks aan, of je praat je gewoon niet over. Ja, ja. Nee. Ik Moet snap wel weten. dat je die vraag stelt hoor. Maar dat ik dat is een, een Ik belangrijke... snap het wel. Tuurlijk. Dat gevoel herken je wel. Omdat dat is, dat is iets wat je van die misdaad dus niet weet. Maar ik snap wel dat je dat vraagt. He. En er zullen heus zijn die dit wel hebben. Ja. Want je hebt erbij die uh, daar moeite mee hebben. Want het liefst wel alles tegen hun vrouw of wat dan ook vertellen. Discretie is heel belangrijk, man. Zo en zo in het ondernemen lijkt me dat ook. Tja, 100%. Ik merk met die, met die film gebeuren, Ik moet de hele tijd dingen tekenen. Consul dit. Geheimhouding, dat dan denk ik Jezus zei, weet je. Maar ik weet niet beter. Weet je, om je mond te houden met hun niet. Mm -mm. Dan lekt alles uit, man. Klopt. Ja. Die, uh, die troonrijder van Prinsesdag, die lekt elke keer uit, toch? Ik ja, vraag hoe kan dat, toch? Ja ja, 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 ja. En dat zijn de meest discrete mensen die er zijn. Dat is ook wel een stukje karakter wat dan weer terugkomt, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, op een gegeven moment weet men ook wat, je, wat men aan je hebt, weet je. Als je met bepaalde klussen hebt gedaan, of men weet wat, wat jij weet en je praat er nooit over. En dan, ja, dat gaat hoger op, weet je. En dan weten mensen, we maar die kan wel wat hebben. Of hij uh, kan goed zijn mond houden. Ja. Of juist niet. Leer je eigenlijk je kinderen nu ook wat meer money management mee? Van? Nee. Um, nee. Ik heb meer dat ze zelf allemaal eventjes moeten uitdokteren. Ja. Omdat ook een beetje gekke tijd Allemaal met die banken en alles. Dat ik denk van ja, hoe moet je nou aan een kind uitleggen hoe je nu met je centjes om moet gaan? Uh, verdien je centen, doe er wat mee en. Uh, ik ben niet iemand die ook zegt 21 zijn, nu dit dat. Ik ben degene die nu geld moet gaan verdienen dat als ik er niet meer ben, dat ze er allemaal een beetje zoet bij zitten. En ik denk, kijk, er zijn er twee waar ik me niet druk om hoef te maken. Er eentje met ze open te maken, die is zo gigantisch rijk, is gewoon eng. Hm. Die zit nou al goed. Uh, Marques, mijn dochter, die zingt. Heb ik het idee die dat zelf voor elkaar gaat krijgen. Uh, Nino. Ja, die zal zo ondernemen dat ik denk, daar maak ik me niet eens druk om. Nee, ja. En uh, ja, ik denk dat het allemaal wel goed joh. Ik geloof er wel in. En ik zal zeker ook uh, 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 mijn allerbest doen uh, dat, het, dat, het, dat het goed er gaat uitzien. Weet je? Het hoeft niet gelijk nu. Al is het over 10, 15 jaar gaandeweg. Weet je? Ja. De eerlijk, ik, 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 mij interesseert niks meer. Ik hou een beetje van kleding, ik hou van mooie schoenen, ik hou van een trainingspak. Dat zit uh, da, als ik mijn geld verdien, zal, ik, zal je dat zien. Kleding, Rolex-dingen doen, en niks. Als je mij met een Rolex gezien, als het dan komt, is dat ik hem gehad heb. Ik zie het me niet meer kopen. Een beetje auto en goed eten en uh, een beetje reizen. En ik ga het niet zien aan mij van, uh, Ik weet niet meer, het doet me allemaal niks meer. Ja. Ik denk dat het ook mee te maken met dat je het allemaal hebt gehad. weet je. En ja. ik ook heel goed kan afwegen met die jongens die al die dingen hadden, die niet meer zijn, of vastzitten of op de vlucht. En. Om dat vele geld, want het gaat allemaal om geld. Dat als dat minder was, hoe zou je dan leven? Nou, dan zou je leven als hoe ik nu denk. Mm -hmm. En verdien je dan veel geld? Nou, ja, leuk. Ja. Ik, ik hoef het ook niet meer. Kijk, ik heb altijd van klokken gehouden. Je, gehouden dus ik had het wel eens. En ik heb, ik heb altijd wel onder mijn maag. Ik heb huizen ook wel eens. Zoals er een meisje van even zo. Tuurlijk heb ik dat. Mm -hmm. <laughs> maar ik heb dat niet meer nodig. Ook omdat ik nu, ja, met wat met mij gebeurt. Als ik ergens binnenkom, is gewoon eng, man. Ja. Weet je, wat op mij afkomt. is zo qua mensen en zo. Ik heb het allemaal niet meer nodig. Ja. Want vroeger had ik ook vrienden die deden dat, bijvoorbeeld een dikke mercedes, een dikke klok om mensen naar je toe te trekken. Dat kan, dat kan je er ook mee, fake it till you make it. Dat heb je ook, maar ik, ik, ik hoef dat niet, man. Het is ook wel een gekke switch, denk ik, dat je van een heel levensstijl waarin je zo min mogelijk wil opvallen, van die van ja, je bent gewoon bezig met, met zaken en het is mm -hmm. beter als je niet te veel opvalt. Ja. Nou, nu dat je ineens op straat herkend wordt door mensen ja. die je nog nooit in je leven hebt gezien. Dat moet ook wel een soort van ja, mental switch. Ja, en daar trek ik ook weer een conclusie uit. Ik zei laatst tegen een jongen: van, Als je jong bent, vooral in Amsterdam, ik denk in alle steden wel. Uh, vind je het leuk dat mensen je kennen? Als je een bepaald mannetje op straat bent, weet je. Ik was best wel berucht al heel jong. En dat vind je wel wat hebben. Maar naarmate je ouder wordt, kom je erachter. Hoe onbekender en discreter het is, des te beter het is. Je wil ook een grote groep mensen kennen. Maar ik ken duizenden mensen. Maar het is eigenlijk hoe kleiner je cirkel, hoe discreter en minder, des te beter. En dan hoe ik nu op straat loop, ja, het is bizar. Want ik kom wel uit de looten, weet je. Ik kom echt van de achtergrond en nu is het echt wop. Ja. Op de voorgrond en uh, selfies de hele dag en dat soort dingen. Ja, jou ook, jou. ja, ook. Ja, niet normaal, man. Ik denk dat die podcast van jou ook wel echt, uh, echt wel kan gaan bewegen. Uh. Ja, het is een inkijk een, een, een op. Misdaad op een hele andere manier. En het is exact, ja. eigenlijk om uh, probleem uh, of jeugd. Uh, ouders. niet met één podcast, maar met een stuk of tien, vijftien. In te, in, in te kunnen zien. waar je kan zien hoe dat. hoe dat ontstaat allemaal. Nogmaals, het is niet om te stoppen, want dat kan ik niet. maar. Uh, wel die geweldspiraal eruit, dat die kids doorhebben van. dit is helemaal niet ja. nodig, man. Stukje karakter toevoegen aan de ja. mensen die het dan doen, dat ze. en het is ook. Uh, als je dan kids wil stoppen met bepaalde misdaad, is om ze te laten zien waar ze in geloven, dat dit niet is wat jij denkt. Ja. Die bubbel. Ja. En die prijs wat je voor moet betalen. Uh -huh. Nogmaals, ik... Ik, uh, uh, ik heb bepaalde dingen in podcasts, zeg ik steeds hetzelfde. Want dat is hetzelfde als je een voetballer spreekt over een wedstrijd, dan gaat hij ook 500 keer over praten. Dat heb ik ook. Uh. Um, dus je hebt bepaalde dingen die je uh, steeds herhaalt. En een van die dingen is van... Um, dat um, Ik heb bijvoorbeeld twintig jaar lol gehad en vijf jaar bias, maar het is nu vijf jaar lol en twintig jaar bias. Het is allemaal omgekeerd, evenredig, en het is er niet meer waard. En dat zijn bepaalde dingen die ik steeds zal zeggen, want het is gewoon zo. En de jeugd, um, ja, ik weet niet of het. Het heeft niet per se met um, boefjes te maken, maar de jeugd uh, over het algemeen. Ik vind dat ze heel weinig respect tonen, weet je, ook naar ouderen. Sta, als ik bij een kind van 12 op z'n teen sta, zeg ik sorry. Ja. En die dingen hoor je niet meer. botsen tegen me aan kijken maar Dan zeg ik sorry. So, oh ja, sorry, dit en dat. En volgens mij heeft dat echt te maken met uh, social media. De social media hebben een bepaald invloed op jongeren. waarvan van, van, van men nu pas gaat zien wat voor invloed het echt heeft. Kids die tegen hun, hun ouders helemaal voor rot en schelden. Hoe kom je daar nou weer bij? Ja, maar dat komt van internet. En met seksdingen en zo, weet je. We hadden vroeger drie maanden regel. Weet je, eerst uh, naar de bioscoop, uh, de ouders leren kennen, nou, als je een ma masker laat, mocht je erop, weet je. En nu is seks, ne neuken is net als een handgever, stelt allemaal niks meer voor, maar wat wil je met die programma's? Weet je, dat je ziet ruzie, ah oh, leuk, in zo'n huis, dat, deden we, dat deed ik vroeger, hadden we zo'n huis, iedereen mocht al komen. En lang leven, de lol, nou nu is het dat een meisje en jongens samen zijn, ze hebben seks, krijgen ruzie die avond, volgende dag een ander. Ja. Als jij 12, 14, of 14 jaar bent, je ziet dat tot je 18, nou, no way dat jij monogaam wordt, of en... blijft, no way. Nee klopt inderdaad. Zijn gek hoor. Ja, ja. Kijk, ik heb uh, TikTok en van alles in dit, dat. Ik reageer op uh, niet iedereen, maar op bepaalde mensen. Maar ik reageer nu op mij, op meiden, gewoon als meiden. Uh, reageer, reageer ik terug. Omdat ik wil een gegeven moment iets doen. Uh, wat niet eerder gebeurd is het met een hele grote groep meiden. Praten over misdaad dat is nog nooit gebeurd. Nee? Geen maar een voorbeeld. Ja, een groep van 50 maar dat ze met één iemand over mis gaan praten. Nee. En die wil ik ook laten zien aan ouders. van hoe het komt dat meiden op foute jongens vallen. En ja. dat kan alleen met zo'n grote groep. Dus ik reageer op sommige als ze mij volgen, volg ik hun. Ja. En dan reageer ik van: hé, hey, en dan. wat doe je? Werk je? Of dit en dat. En dan zitten erbij af van: ik denk, nou, je bent 30, 32. Die zijn gewoon fucking 18. Ja. reageerde laatst en die 17 schrok mij aan gedoken. Dan doe ik iets verkeerds. Weet je? Ja, ja, ja. Waarvan je ziet van. Dat uh, leeftijd is bijna. speelt ook geen rol meer. Nee. Mm -hmm. Patricia Pai heeft echt een trend gezet. Ik noem het ook <laughs> het Patricia Pai-syndroom. Weet <laughs> dat leeftijd maakt geen moe meer uit. Nee. En uh, dat je echt ziet dat internet. dat doet iets, jongen. Dat iedereen. heeft iets van. Uh, ik moet iemand zijn of worden. Wat, wat vroeger nooit was. Ja. Als je gewoon. Uh, 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 ik vind je, uh, je moet een gangster zijn. eigenlijk vandaag de dag. ben je al gangster. Als je gewoon haasvader bent. en kan zorgen voor je kinderen als je dat kan. Ja. niet goed gaan, weet je? Dus het is een heel ander beeld van de wereld lijkt het wel. En we willen ook allemaal naar het Ibiza en vooral naar Dubai. Waarom? Om wat je ziet. Had je dat niet zelf ook? Nee. Moet je zeggen dat zelf ook wel wel miljonair worden internet. en zo? Toch? Ja, maar ik weet ook niet waarom. Dat streven ja. had ik. Ja. Toen ik het was en ja, ja, nu. Ja. Maar denk je niet dat die kids dat nu ook hebben? Tuurlijk, ze niet. Weten dan, meer dan honderd keer meer, meer dan ja. ik. Ja. Omdat als ik ook uitga dan kijk ik ook wat ik zie. Een voorbeeld, ik droeg al vroeger, omdat ik ze pikte, uit de brillen, kartierbrillen. Die ja. bracht ik weg van zonnebril. Ga de vakken vullen bij Albert Heindracht, een gaan. Ja. Tijdens het vakken gap. vullen. En, 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 en die werkte gewoon hard voor. Maar nee. ik denk, wat doe jij als vakken vullen met een kartierbril? Ja. Waarom heb je dat? Maar omdat je ziet dat internet en ook dure schoenen en zo. En die werkte gewoon kaarten voor. Maar dat bestond vroeger niet, man. Nee, nee. werd niet gedaan. Nee, dat is gewoon je, niet logisch. Nee, lagen in van als je dat werk doet, dan heb je dat, en dat, 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 dat. Je hebt geen verschil meer. Wat ik zeg over die jonge dame van 20 en een directiesecretarisse van 40 die al 15 jaar, ik weet niet hoeveel geld verdient, zelfde kleren, dezelfde klok. Ja. Ik heb alleen wel een tijd terug gezien op een, het zijn een vrouw op tv, dacht ik, hé, hey, dat is een goeie. Hoe zie je nou wanneer een vrouw rijk is of arm, of dat ze een rijke man heeft of uh, geen rijke man heeft? Hey, want je moet je voorstellen, voor, qua, qua kleding kan alles hetzelfde. zijn hotcultuur, merkie, Jurki aan van 4,5 euro, dat zou kunnen. Ja. Zei die vrouw, je moet naar de colliers kijken. Toen dacht ik, ja, dat is waar. Want om elke keer een andere collier te hebben van 100 of 200.000 euro of meer, dat kan alleen als je echt rijk bent. Ja. Zo kijk, zo iemand weer daar naartoe, weet je. Die komt ja. daar weer op, ja, hij is een goeie, grappig. En met andere woorden, als je nu in de, uh, op straat loopt, zie je niet, ook niet. ik ken ook hele rijke jongens, die lopen met trainerspakken, daar zie je ook niks aan. Je ziet er gewoon niet meer. Het, Jouw, alles klopt. is een beetje, het ja. lijkt gelijk, maar ook weer niet. Ja. Maar het geeft ook wel weer een bepaalde charme eraan. Want rijke mensen hoeven dus niet per se rijk eruit te zien. En wat je nu dus ook krijgt, iedereen wil eruit zien alsof ze rijk zijn, want dan hebben ze meestal wat minder geld. Het domme ook is, iemand die niet raak is, die bluft dat hij miljonair is. Ja. Maar als je miljonair bent en niemand weet, dan wil je dat niemand het weet. Dat nee, is Bloedlink. En dat <laughs> is iemand die niet raak is, niet snapt. En dat merk je in de bias. Die spelen, kom mij, ik ben raak, ik ben dit en dat. Rijk, zeg dat niet. Je zegt nee. dat niet. Nee. Nee. Dus. Ja, je wil je niet in de kaarten laten kijken. Nee, natuurlijk uh, niet. Daar ja. ik heb niks aan. Hoe uh, kijk je dan naar bijvoorbeeld online zien nu zo'n iemand als een Andrew Tate? Die beweegt een halve uh, generatie. Nou, uh, uh. Ik vind Andrew Tate de fucking baas. Maar je moet hem wel helemaal begrijpen. die man is gewoon on the scene gezet. Weet je. Die komt niet uit het niets. Dat kan niet. Ik geloof. Doe je dat? Niet. Nou, die, die, die wordt door een of andere iets wordt daar neergezet. En die stuurt de boel aan. En hij brengt inderdaad goede dingen over. Uh, wat mannen nooit bij stil hebben gestaan. Over vrouwen. Ik ben het met heel veel dingen van hem eens. Maar ik geloof niet. Uh, ik Geloof niet alles wat hij zegt en wat er met hem gebeurt. Nee, 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 nee. nee. Dat snap ik wel. Dat je uh... kan, als je een beetje verstand van internet hebt, kan jij niet wereldwijd door alg algoritmes heen gaan. En je bent uit het niet helemaal de man in alles. Er zit gewoon wat achter. Zo hmm. interessant, want nog nooit iemand heeft zeg maar die zo'n perspectief erop gegeven. Ik hou me nog in hoor. <laughs> hij hoeft je hoeft ze niet in te houden. Ja, nee, ik kan niet dat. <laughs> <laughs> okay, okay. Ja, hoe is dat voor jou hè? dat je voor mij was dat op een gegeven moment best wel uh, confronterend, je wordt op een gegeven moment wat ouder hè? ik bedoel je groeit op met het nieuws is de waarheid de politici hebben het goed met je voor en de wereld is één grote happy place mm -hmm. dan blijkt dat politici de grootste leugenaars zijn dat social media één grote façade is en uh, ja, dat het allemaal best wel uh, ja, gecontroleerd is ik heb het idee dat jij daar nog dieper in zit dan dat wij daarin zitten, zeg maar qua wat je weet. Heb je niet dan Stel dat je niet teleur of zo, dat je denkt van ja, waarvoor is het nou eigenlijk allemaal tegenwoordig nog? Want ja. Uh, nee, ja. Ik ben al verbaasd dat je de bal hebt om te zeggen dat politici liegen. Daar ben ik al veel onder de indruk. <laughs> uh, ja. Wat in de politiek gebeurt, gebeurt dus in het klein op straat. Ja. En het is precies hetzelfde. En. Uh, ja, er is um, wereldwijd een hele hoop aan de hand. Er is een strijd tussen uh, techniek en spiritualiteit. En straks gaan we zien wat waar is. Ja. En als ik je nu zou vertellen wat waar is, wordt jouw podcast gecanceld. Dat <totstuk> heb ik ook bij Rookbos gezegd. Maar uh, ja, ik weet niet. Het is uh, confronterend als je achter bepaalde dingen komt, als je dat nooit hebt geweten of je dacht dat het zo zat. En uh, het, het heeft ook met intelligentie te maken, hè? of je er wel of niet achter komt. Als je wiskundig brein hebt, dan ga je heel ver komen. Ja. Kunnen we niet nog één niveautje dieper gaan zonder dat onze podcast wordt gecanceld? <laughs> dat is een belangrijk onderdeel. Mm, want we hebben het kijken, het is wel ook belangrijk voor, voor jou ook. We hebben het vaak over zulke onderwerpen. We hebben het vaak over. Ja, ja, mensen denken. gaan gewoon ontwaken in die Matrix, klaar. En als je ja. denkt dat dat een film is, nou, dan zullen we wel even zien of dat een film was. Ja. Dat is wat er aan de hand is. Heb je dat besef al lang? Als in ja. had je al toen je. In de Meters bijvoorbeeld, die film, wordt ook gezegd: je always thought something ain't right. Je hebt altijd iets gevoeld, dat klopt iets niet. Ja, daar mm -hmm, mm -hmm. ga je achterkomen. Ja, 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 ja. <laughs> ja. En de een heb iets van: Kijk, ik heb, ik heb natuurlijk met het hele corona-gebeuren. Ja, als je het nou nog niet door hebt, dan weet ik het niet meer. Ja. Wat wil je nou nog meer zien? Wat wil je nou nog meer worden? Ja. Denk je dat er. Uh, mensen zeggen altijd: er is altijd een goed en een kwaad. Denk je niet gewoon dat er twee grootmachten zijn die gewoon het spel tegen elkaar opspelen? Twee grootmachten? Ja. Nee. Ik geloof dat het één groot spel is. En... Um, even kijken. Ja, moet je dat even netjes uitleggen? Um, <tus> je hebt gewoon om de zoveel honderd jaar, heb je gewoon een... Uh, soms om de tachtig jaar ook, heb je een wisseling nodig van een systeem. En elk systeem vernietigt zichzelf en dat is gewoon aan de, hand. de banken zijn gewoon aan de klote klaar. En dan moeten tegelijkertijd meerdere dingen gebeuren en dat is wat aan de hand is. En um, ja, waar je gelooft, geloof je in en dat moet je zelf weten. En iedereen zijn realiteit is anders, ook al lijkt iedereen dezelfde realiteit te hebben. En dat heeft te maken met je bewustzijn. Ja. En als jij je verdiept dus in culturen en je wordt bijvoorbeeld wereldwijs, dan ga je een hele hoop dingen snappen maar kom je uit assen en je bent nooit verder geweest ja dan is het dat wordt het Weer lastig de lul. ik weet niet. Ja, die, ja, die, die, ja. die vader lullig man om <laughs> even aan terug te komen weet je, dus ja. Ja, ja, ja het is niet zo ingewikkeld hè het is gewoon uh, ja, het is wat het is en je moet er het mooiste van maken ja ja eens ben je, ben je gelovig ja ja ik ben verder dan dat ik weet zeker ja je ja. ja. bedoelt of je in God gelooft toch ja gewoon uh, nee, ik, weet zeker. ik weet dat God echt is ik weet het ja, ja. Hoe komt Keelbewijs, dat? Hoor, maar... Ja, hoe? Dan gaat je podcast weer gekend worden. Het wordt het een zijde draaisje, nee, die podcast. Nee, maar dat is helemaal niet moeilijk. Als je gaat studeren, kom je gewoon achter. Maar buiten wat ik heb meegemaakt en wat ik heb gezien en zo, weet je. Ja. Ja. Maar wat moet je gaan bestuderen dan? Kijk, okay, want Robert Green, mm. uh, de 48 los heb ik ook gelezen, snap je. Maar oh, daar vind je, het je het dit niet dat, in. Uh, ik wil zeggen, dan heb je het gevoel dat God niet bestaat met alle duizenden. Heel, <laughs> heel goed gaan verdiepen in adreskunde. Mm -hmm. Oké. Okay. Goed begin. Interessant. Doe je jezelf daar nu nog zeg maar, veel in, in verdiepen en zo? Zeg maar nee, jij nee. daar? Op een gegeven moment heb je een punt van: oké, okay, dit is het. Ja. En je hebt natuurlijk dat je denkt: wauw, en uh, dit gelooft men nooit. <kijst> want je, ik zeg altijd, of vaak zeg ik, mensen denken dat ze wakker zijn maar zij zijn ze niet. Die hebben de klok horen laten, maar wij bij de klepel hangt. Weet je, want om wakker te worden, is echt geen grap. Het is bijna onmogelijk om echt wakker te worden dat ja, jij rustig thuis blijft zitten lekker naar je werk gaat. Als je echt wakker wordt, vlieg je een kliniek in. Ga je echt weer ga je, ga je echt rechtsaf. Ja. 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 Want dan pas je ook niet meer in het systeem. Nee, daar kom je ook achter het dat het gewoon allemaal shit is. En waarom die ik die goede bedoeling heb, En zo dingen moeten doen om staande te blijven, terwijl ik weet degene hoe het zit, Daar ben ik een lieve jongen bij. Dan ben ik wel benieuwd, hè? als je kijkt naar uh, James Bond films of dat mm. soort dingen, daar heb je altijd toch wel het idee van zo, hoe die verschillende landen samenwerken en al die special ops en dat soort dingen. Iedereen kijkt ernaar, Nou, dat is een film. Is dat misschien wel realistischer dan dat mensen denken? In plaats van minder realistisch? Voor films moet je een bepaalde bewustzijn hebben om te snappen wat er in die film daadwerkelijk verteld wordt. Mhm, mm -hmm. mm -hmm. oké. Okay. Leer je niet zomaar, hoor. <laughs> Het wordt steeds spannender. Ja, het, wordt wel, het wordt steeds kritischer. Ik probeer het ook zelf uit te vogelen. zonder dan een sukkel te lijken en domme vragen te nou, stellen. Kijk, bijvoorbeeld de context die jij nu geeft. is dat. er zijn ook YouTube-video's over. Is dat um, heel veel landen. ook bijvoorbeeld tegen de corona waren. Bijvoorbeeld oh. in Afrika waren iets van vijf presidenten tegen corona. Yeah. Die zeiden van ja, luister. we gaan hier geen vaccinaties doen, geen regels. Mm. En dat die presidenten. of in eentje verdwenen of zijn vermoord of kwam in één keer vervangen dus daarom wat jij zegt van ja dat zijn wel geheime diensten James Bond achtige vibes die je daarvan krijgt waarin mensen gewoon inderdaad van ben je het niet eens met ons systeem dan verdwijn je uit het systeem het kan ja maar er zijn ook wel eens mensen vermoord die niet dood zijn hoor the world ja. is a stage but you're not on it ja <laughs> ja dus ja je, Heb je wel eens heel diep... over nagedacht als iemand een heel heftig iets doet bij iets om wereldwijd iets te creëren die worden altijd opgesloten geïsoleerd in een eentje ja dat is bijvoorbeeld uh... Breivik. Snowden dat soort figuren ook maar wie zegt dat hun vastzitten wie ziet dat ja moet je maar vanuit gaan toch dat is uh, zeker waar ja dat is met uh... Ik weet niet of ze nou naam goed uitspreekt maar Julian Assange of zo. Ja, Assange, ja. ja. Maar hij heeft dan Wikilinks gehad en hij komt met al die... Uh, hij heeft bijvoorbeeld uitgelegd hoe oorlog in elkaar zit. Nou, dat is gewoon waar ja. wat hij zegt. Ja. Ja. Maar het is wat... wel interessant ook met de, de, de massale hoeveelheid data en bekendheid door social media. Dat wel dingen die uh, 50 jaar geleden nooit het lachlicht zouden zien, nu ineens ook zo ziek snel verspreid zijn. Ja, het, het aparte van social media, dus je kan je natuurlijk afvragen, wie heb internet gebracht, is dat nou om... Dat mensen wat kunnen leren of niet, of je het bos in te sturen. Want wat jij zegt is, als je sommige dingen die heel ingewikkeld zijn wil uitleggen aan iemand, dat duurt soms een half jaar. Dat, je, dat diegene het eindelijk vat. Mm -hmm. Dus laat staan het uitleggen aan hem, je straat, een dorp, een stad, een land, de wereld. En dat is wat het internet doet. Ja. Dat is ongelooflijk. Die know-how, wat je soms daar kan vinden, dat, dat, als je dat als individu in een bibliotheek moet vinden, je weet niet eens waar je moet beginnen. Nee. En dat is wel iets heel apart. Ja, ik had het er maar een paar tijd geleden ook nog over. Ik zei ook, hij ja, had zijn scriptie geschreven in de biep. gewoon boeken zoeken. Ja. En dit boek over dit onderwerp. Ja, ja. Dat duurt fucking lang. Maar vroeger had je bijvoorbeeld ook studie. Ik weet niet of dat nog bestaat. Nu heb je Google, gehad. Ja. Wat ga je studeren? Chat GPT. Dat is helemaal eenvoudig. Dat is eng, man. Oh. Daar ben je zeker ook over te spreken, ja, dan chat GPT. Nou, ja en nee. <laughs> ik, ja, ik, dat is, dat, ik weet, Je gaat straks iemand vinden die gaat er zoiets... Gemeens mee uithalen dat je echt schrikt. Wat weet ik niet. Het nou. lijkt is ook dat volgens mij, zowel de maker ja. van ChatGPT als Elon Musk ook allebei gezegd hebben. ja nee, dit gaat fout. Maar gewoon ook de gast die het gemaakt heeft, maar, zegt nu al van dit gaat fout. Maar wat, van die deepfake en alles en zo. En dat in combinatie met dat. En mensen geloven wat ze zien. Nou jongen, echt. Ja. Ja, nou, Daar ja. hadden wij het ook al over. Van, ja, je vindt telefoneren is niet echt jouw uh, favoriete hmm. bezigheid. Maar toen zei ik ook al: inmiddels heb jij in zoveel podcasts gesproken. Als ze willen dat jij iets op telefoon zegt, dan heb je het alles, al gezegd. Ik ben de lul, echt. Ik ja. wil me alles laten zeggen. Ja, 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 ja. We hebben ook, uh, ook wat een leuk iets. Van, ik weet niet of dat in een andere podcast is verteld. Maar je kan letterlijk gewoon inderdaad bijvoorbeeld uit zo'n podcast gewoon iemand stem pakken. En dan gaan alle woorden ervan maken die je wilt ja. laten inspreken ze zelfs gewoon een boek. Kunnen ze zelf zeggen van oké okay, oké, okay, schrijf een boek volgens oké, okay, gaat over deze punten, dit zijn de hoofdstukken. Vervol iemand heeft het bij mij gedaan. Ja. Voor 2000 woorden. ja. Er kwam een fout in mijn geboortedatum en nog iets, maar over het algemeen klopte het wel. Ja. ja dood, hé. hè? hè? Moet je je voorstellen dat je dat met een, een soort speech doet, op papier, zo geschreven, dan zit iemand anders die gaat praten, dat ben ik. En jongen, je kan van alles daarmee doen, man. Heb je gezien? Ik wat? ben wel eens benieuwd hoe, hoe videomateriaal gaat werken in een rechtbank. Soms. Ja, dat ben ik ook heel benieuwd naar. Wanneer je iets authentiek en wanneer niet. Zo. Nou, dat zag je laatst. Dit gaat sowieso op alle vlakken de wereld echt volledig op zijn kop draaien. Kijk, je hebt, kijk, je hebt opnames vanuit uh, bijvoorbeeld er gebeurt een overval in een winkel. Wordt opgenomen. Maar soms heb je mensen die nemen opname van die beeld, van die buis, van die monitor. Mm. En die echte die verdwijnt omdat die wist of wat dan ook. Als dat rechtsgeldig blijft in een rechtbank, nou, kan alles. Dan is afgelopen met je, dan ben je klaar? Ja. Maar dit kan je heel makkelijk maken, ja. heel mm -hmm. makkelijk. Ja, ik zag laatst uh, de aandelenmarkt was uh, volgens mij vanuit Rusland, een aanval. Dat er, wat was het, een aanslag op de Pentagon gepleegd was of zo, ging gewoon heel social media rond. De hele aandelenmarkt ging gewoon, weet ik hoeveel punten naar beneden, puur op. Maar als dat kan, ja, dan, kan je, dan kan je gewoon short gaan op een uh, stok. Een fake news naar buiten douwen en dan kun je gewoon miljoenen, miljarden Zoals verdienen. Zoals het is vroeger ooit een keer begonnen met Parijs en Londen. Weet niet. Ja, we de Rockstar als alles in handen hebben gehad. Met een bericht van dat de boel fout ging. Ja. Alles omlaag. In één keer alles gekocht. Blijkt het niet te kloppen. Wop, in één keer. Schadraak. Dat is ja, dat is 250 bizarre. jaar geleden. Ja. History repeats itself. Mm -hmm. Maar op een andere manier zeker weten. Ja, bizar. Het is gewoon steeds hetzelfde spelletje. Mm -hmm. En dan kom je altijd weer terug bij die menselijke psychologie waar je mee aan de haal gaat. Juist. juist. Ja. En psychologie, kijk, de mens... Naar mijn idee, de mens kan zoveel, maar je weet het niet. Je hebt misschien zoveel talent in je, dat je niet weet omdat je nooit op dat vlak komt. Of je wordt erin beperkt omdat je geen toestemming voor hebt of een vergunning. Ja, ik weet niet. Ja. De opties worden wel steeds breder. Zeg maar, je kan steeds meer. Waar je vroeger vast zat en je wist niet zeg maar ik. wij het gevoel had van. ik kan iets. maar ik weet nog niet wat. maar ik wil wat. met mijn leven gaan doen. Dan heb je tegenwoordig. meer opties. om dat te ontdekken. klopt. ik had gisteren een gesprek met een ex-voetballer. ex-AX-speler. goed bij kas. en toen had het over. dat. Um, uh, Quincy promesse in Rusland. dat in met het geld en alles en de. spraken we gewoon over. en uh, had het over dat. Uh, jongens. Uh, dure auto's rijden nu en zo. weet je. toen zei hij. Hij is dan even iets ouder, dat hij moeite had in wat moet ik investeren. Maar nu, die voetballers kunnen op internet van alles zien: van ja. ik kan dit doen, ik kan dat doen. Terwijl normaal zit een voetballer vroeger, die gaat voelen: zit thuis, heb poen op de bank, ja, en heb ze mm. zijn zaakwaarnemer en adviseur. Dat is, daar moet hij vanuit gaan. Maar nu, als je op die, ze hebben veel vrije tijd, die kunnen ze, hey, hé, zal ik een huisje kopen in Turkije? Ja. Zal ik wat kopen in Miami? Ja. Zal ik sieraden, Ik noem maar wat, ze kunnen alles zelf ondernemen of zien. En dat is wel ook wel weer het voordeel van het internet. Kijk, het internet heeft voordelen en nadelen. Het is hetzelfde als een hamer. <tiek> Met een hamer kan je een mooie kast in elkaar timmen. Dan kan ook je ook in elkaar slaan. Kan ook. Dat is het internet. Je mm -hmm. kan er goede dingen mee doen, maar ook hele foute dingen. Ja. Ja. En wat je net zei van, ik denk wel als individu heb je meer kans om mee te bereiken. Zeker weten. Alleen als samenleving, wat we daarvoor hadden. Daarin word je steeds meer beperkt, je kan steeds meer in je eigen bubbel leven waarin je denkt van oké okay, ik zit hier vast en dat, je, dat is zeg maar iets wat ik nog heel graag wil ontdekken want daar zie ik dus steeds meer video's over en wij praten ook steeds vaker over van ja, we hebben ook met iemand gesproken met Kwebbelkop die zegt luister nu heb je een podcast, nu zitten jullie tegenover elkaar, maar over drie jaar tot vijf jaar is dat niet eens meer nodig. Want dan kunnen ze van die 180 afleveringen die zijn opgenomen. Ze zijn allemaal synchroniseren. Ja, maar... In de geschiedenis van ja, oké. Okay, right. En je gaat gewoon een automatische podcast opnemen van drie uur. <laughs> en je hoeft niet eens meer hier te zitten. Ja. Het rare is dat je merkt dat uh, iedereen als individu toch wel bezig is. En uh, meer op zichzelf. Je hoeft niet meer te kunnen koken. Je bestelt eten. Ja. Je hoeft geen chick meer te hebben. Je hebt Tinder. Ja. Uh, je hoeft geen leren. Je studeert alles is staas, sta, staas. Terwijl mijn uh, ding is wel. Uh, je kan niet vermenigvuldigen als je niet weet te delen. Delen haalt in met meerdere mensen. Ja. Dus dat vraag ik me ook wel af. Want straks heb je heel veel individuen of die maar mensen in zijn rijk. En dat je denkt van ja en dan. Is het is mm -hmm. beter als je met z'n allen. ik vrienden van mij gaan we altijd een voorbeeld. Wat heb je liever? Ja, alleen 10 miljoen. En je vrienden, niks met z'n tienen of alle tienen miljoen? Ik denk dat je beter alle tienen miljoen kan hebben. Onnet. Krijg je krijgt geen ruzie. Het gaat niet sneller op. Je kan er samen wat mee doen. Mm -hmm. Weet je. En dat is allemaal tegenovergesteld. Nu heb ik het idee. Ja. Weet je? Ja. Vraag me af. Hè? Dat is de laatste vraag die ik heb. Ook best random, maar ik ben wel benieuwd. Je zag in de tijd van corona dat er best wel veel. En eigenlijk elke markt ontstond er een soort van crisis. Hè? We moeten dicht. We kunnen niet mm -hmm. meer verkopen. Dit, dat. Hoe was dat voor dieven? die we hebben ja. een bank of whatever nee, nodig ik, om in te breken. Ik, ik had een interview gedaan is. met de quote. En toen vroegen ze, verwacht je een uh, inbraakgolf daarna? Ik zeg ja, omdat heel veel van die jongens konden niks doen. Die gaan lenen bij anderen. En dat liep op. En dan moet je terugbetalen. En er ja. kwam ook een inbraakgolf daarna. En inderdaad, ja, die jongens die in de handel zaten. Oef, die zaten met de transporten werden achter elkaar gepakt. Door die controle. Ja? Achter elkaar. En bijvoorbeeld bepaalde handel kwam uit bepaalde landen niet. Dat je af en toe denkt, drukt er iemand op een knopje van jongens, nu even niet. En nu weer even wel. Ja. <laughs> ik, ik denk, hoe, hoe zit dat allemaal? Maar ja, ik weet niet. Het is allemaal net gewoon ondernemen. Ja, ja, <laughs> Letterlijk ja, dezelfde ja, supply chain ja, hey, problemen. voor de duidelijkheid. Uh, een beetje gemiddelde jongen die, uh, die echt zo in die handel zit. Het is gewoon een soort CEO hoor. Die kan gewoon 100, 200 man runnen. doet hij ook ja, vaak Ja. Hoor. Ja. ja, dat is toch ook, ook dat, dat vind ik zelf altijd wel interessant, van een alternatief als zo'n grote jongen die het groot maakt. Als hij in legale business zou stappen, dan ja, ja. is de kans zo groot dat zo'n iemand het ook verschopt. Dat uh, gaf mij een uh, advocaat vaak als voorbeeld bij de rechtbank. Maar het heeft ook weer te maken met in, de we in deze wereld, wie je kent, het, de gunfactor, waar uit welk nest je komt. Het is gewoon een feit, het is gewoon waar. Ja. Ja. Wat is dan voor jou... Uh... Stel je bent uh, weer 14, 15, 16. Mm. Wat zou dan één skill zijn die jij zou opbouwen? In op plaats van... Tuurlijk heb je misschien de drang weer hè, om de criminaliteit in te gaan omdat je mij verenigt. Mm. Daar ben ik goed in. Je kan dan ook kiezen voor één skill. Anders dan wat daarmee te maken heeft. Maar wat je wel gaat leveren, wat je wilt hebben. Dus bijvoorbeeld het geld. Mm. Want je wou net die 1 miljoen. Mm. Waar zou je dan uh, voor kiezen? Chinees leren. Chinees leren? Als ik 15, 16 was, nu vol op dat Chinees grap. En dan? Ja, gewoon uh, zorg dat je de taal heel goed onder de knie hebt. En dan ga je gewoon serieus geld verdienen. Dan kom vanzelf, kan je zelf welke alle kanten op. Daar ben ik van overtuigd dat had ik gedaan. Ik zou Chinees gaan leren. Dus jij gelooft ook dat China een hoop uh, van de wereldmachten gaat vervangen? Ik daarin geloof. <laughs> Oppassen met die Chinese grap. Nee. Nee. Okay. mooi man. Dus nee. dat is de tip uh, van vandaag. We gaan Mandarijn leren. En ja. <laughs> dat loopt allemaal goed. Ja. Mooi man. Heb jij nog vragen? Ja, genoeg, maar dat, ja, dat, dat is het. Ja, precies. Is wel maar we zijn vandaag. nu ruim okay, twee man. uur bezig. Oké. Okay. Bedankt man. Ja, Jullie ook bedankt. Leuk? Dankjewel. Het yes. was een tof gesprek. We hebben wat meer inzicht. En, Jullie uh... zijn naar de wc geweest. want ik bijna in mijn broek. Ja, dat snap ik heel goed. Ja, had toch mogen maar ja, yeah, maar. man. Ja, ja, man. Ja, dan gaan we hem snel afsluiten. Yes, Dankjewel man. Oké. En ja, vergeet niet. Is het boek nog te koop nu of is het niet meer? Nee, is aan de handel. Maar komt er weer. Petten. Petten. Never lose shit. Petten gaan we dan in de beschrijving zetten. Dat goed. Zijn er nog andere dingen? Podcast De Luchtplaats, die komt in deze maand wel uit. Oké, okay. uh, cool. Maar komt deze aflevering? Twee weken of zo? Zoiets, twee, twee. week. Nou, ja, komt die week. net ervoor, denk ik. Ja, okay. dan zetten we die ook nog in de beschrijving. Ja, toch. En, en uh, ja, subsidie daarvoor vragen heb ik gevraagd bij de gemeente of sponsors. Want het is wel misdaad en je kan niet te grote merken. Maar het is wel een super podcast waar mensen wat aan hebben. Cool, ja, cool. Kunnen wij ook nog wel even over meedenken. Is goed, Dat is ja. goed. Vellig. Dankjewel voor het kijken. Oké, bedankt. Muzzle. Tot de volgende. Ciao. Ciao.